Ik heb mijn hele leven het gevoel gehad dat ik er niet bij hoorde. Dat ik apart was. Dat ik geen sociale omgeving had waar ik me thuis voelde. Bang voor geld. Die angst die blijft altijd. Ik denk ook niet dat ik dat nog kwijtraak. Als je niks hebt wat je inspireert, kun je ook niet zeggen van ja, maar daar wil ik heen. Ik dacht dat ik niet ouder als 20 zou worden. Thuis hadden we geen gas, water en licht, dus dan was het altijd heel donker en muf en stoffig. Wij stookten dan op de allergoedkoopste petroleum van de pomp gewoon, dus dan kreeg je echt die hele vettige lucht. Petroleum stinkt heel erg. En als je dan buiten was, dan was je daar even ook uit. Op een gegeven moment waren we afgesloten van het water. Dus mijn drolletjes was ook een beetje vies. Dan ging je toch op de wc je drolletje doen. En dan hadden we een plastic zakje. En dan deed je net als tegenwoordig met het hondje, deed je drolletje weer vangen. Dat deed je dan weer in de prullenbak. Ja. Ja. En dat zijn dingen, dat wil je echt nooit als kind, dat iemand dat weet. Dit is echt een voorwerp wat mijn jeugd, wat betreft armoede, symboliseert. Ik dacht dat ik het al weg had gegooid. Ja, dat is dit. Dat is perfumebalm. Deze ketel staat bij mij het symbool voor wat het met je doet. Als er een deurwaarde aan de deur komt die jouw persoonlijke bezittingen mee wil nemen. En ook de bezittingen die voor jou heel waardevol zijn. En waar je gevoelens bij hebt, zoals deze waterketel een erfstuk was van mijn oma die op jonge leeftijd al was overleden. Wij kregen een spaarbankboekje. We kregen een prachtig spaarbankboekje. En er hoorde dit ding bij. Prachtig ding. Bij mij was hij altijd leeg. Er zat nooit geld in. Ja, dat deed ik dan op speciale momenten. Bijvoorbeeld als ik ging slapen of als ik heel verdrietig was. Dan ging ik dat zo onder mijn neus smeren. En dan rook ik alleen die geur van lekker en geen stank. Vroeger hadden wij een open haard in huis. Die had mijn vader zelf gemaakt. En daar ging zo'n pook bij de open haard. En mijn moeder die pakte die pook en die zei tegen de deurwaarder, als jij ook maar waagt om met je vingers aan het erfstuk van mijn moeder te komen aan die waterketel, nou, dan pats ik je met die pook op je vingers en ik zal ervoor zorgen dat je hier nooit meer een stap over de drempel heen zet. En die man is uiteindelijk ook met staart tussen de benen vertrokken. Ik bracht als kind veel tijd buiten door op straat. De school waar ik op zat, die stond midden in een villawijk. En ik hoorde daar eigenlijk niet thuis. Ik heb me veel door de lagere schooltijd heen gevochten, letterlijk. Ja. Het zorgde ervoor dat ik een einzelganger was. Ik was heel veel alleen. En ik werd ook niet echt bij de groep betrokken. En als je zo jong bent, ik was natuurlijk 16 of zo, dan komt dat ook heel hard aan, hè? Want je voelt je eigenlijk net zo minderwaardig en net zo vies als je omgeving. Terwijl dat is helemaal niet zo. Maar als iemand dat vertelt, je wordt zo hard afgerekend op je situatie dat je daar ook helemaal mee vereenzelvigt. Het is nog wel. Ik wil graag 3 appels. Maar ik wil graag appels die niet al te hard zijn. Ook niet al te zuur. Ook niet al te zuur. Zijn die er? Ja, die zijn er wel. Ik herinner me nog precies de eerste keer dat ik zakgeld kreeg. Dat was op een zaterdagmorgen. En ik kon daar dus wat mee doen. Dus eerst wat ik deed is naar de markt. En toen heb ik van mijn eerste zakgeld heb ik een krop sla gekocht. En ik ben naar huis gegaan en ik deed de deur van de keuken open. En daar stond mijn moeder in een schort. Ze draaide zich om en ik zei, kijk mam, dat heb ik gekocht voor vanavond voor het eten. Dat wil ik graag eten. En weer kwamen de tranen en het enige wat ze zei is, god jong. Toen heeft ze de sla gepakt en heeft ze er een eitje bij gekookt. En een augurkje erdoor en wat slasaus erdoor. En we hebben s'avonds heerlijk sla gegeten. Ik ben gek op sla.
En wie weet hoeveel kinderen op dit moment nog zo moeten leven, zeg maar, hè? Want je komt er ook niet achter, want niemand zal erover praten. Het zorgt er eigenlijk voor dat je niet meer bestaat, bijna. Dat je niet meer bestaan kunt. Hè? Alsof je dat recht, dat wegvalt. En het is gewoon oneerlijk. In een grondrecht van, in de rechten van de mens is beschreven dat iedereen het recht heeft op een menswaardig bestaan. Dus het grondrecht van een menswaardig bestaan wordt met voeten getreden. En dat maakt me kwaad. Het is een recht om niet arm te zijn. Het is een onrecht om arm te zijn. Een onrecht wordt je aangedaan. Het vergt heel veel moed om zo'n verhaal te doen. En het voelt dan ook een beetje vreemd om dan hier in de highlights te komen staan als zondagskind. Want zo voel je je als je deze beelden ziet. Het geeft je ook wat een zwaar gemoed. Een beetje je schouders gaan ervan hangen als je deze verhalen hoort. En het maakt ook strijdlustig. Ik weet niet hoe het met u zit. Maar als je dit hoort en ziet, dan denk je, dit moet en kan eigenlijk niet meer gebeuren. En zometeen hebben we iemand in het panel zitten, Tieneke, die zei, ik ben hier en ik doe wat ik doe, omdat ik wil dat wat mij is overkomen, dat een nieuwe generatie kinderen niet meer overkomt. En daarom zit u ook hier. En wat is het goed om je, jou, u, live te zien? Voor wie is het de eerste keer weer in zo'n groep, in het theater? Nou, dat is toch een aardige weef door de zaal. We waarderen het ontzettend dat u bent gekomen, want het is best ook even spannend. Theater heeft het fantastisch voor elkaar. Mensen hier achter de schermen werken driedubbel zo hard om het goed en veilig te laten verlopen. Maar wat is het wat waard dat je met elkaar kunt praten, face-to-face, en elkaar kunnen zien over dit belangrijke, beladen onderwerp. Mijn naam is Marijke Roskam en ik mag jullie door de middag leiden. Het is een publieksacademie kinderarmoede en dat is een serie academisch door het hele land. En dat doen we niet voor niets. We willen eigenlijk in iedere regio ophalen wat voor verhalen er spelen rondom kinderarmoede. En steeds richten we dat in via een thema. We hebben het onder andere gehad ook over wonen, wat we tegenkomen in bij gezinnen die niet kunnen wonen waar hun hart ligt, die niet kunnen wonen op een gezonde plek. En de initiatiefnemer van deze serie Publieksacademische Alles is Gezondheid en de Alliantie Publieksacademie Kinderarmoede, die wil hier ook alles aan doen. Wat doen we dan? We halen dus die verhalen op van ervaringsdeskundigen, van experts, mensen vanuit de wetenschap. We brengen eigenlijk iedereen bij elkaar en bovenal u uit dat maatschappelijk veld om met elkaar input te leveren. Dat doen we niet voor niets. We willen daar ook lokaal steeds weer wat mee doen. Dus ook wat vanmiddag gezegd wordt, gaan we gebruiken voor die agenda van gemeente Leeuwarden als het gaat om de aanpak van armoede. Maar we treffen elkaar ook over zoveel tijd in Den Haag. En dan hebben we eigenlijk een hele lijst met hele praktische, prangende zaken. Ook een lijst van aanbevelingen, daar zullen we u vanmiddag ook om vragen, die we ook, nou, laten we zeggen, netjes met een zeer urgente rode strik afleveren aan het Binnenhof. Dus dat wat u vanmiddag zegt en doet, dat is niet om alleen maar met elkaar in deze zaal het erover te hebben, maar dat wordt absoluut verder gebracht. Dat gaan we digitaal doen, dat gaan we face-to-face doen. We hebben iemand in de zaal met een microfoon en hele goede spierballen om bij u te komen. Maar dat mag ook digitaal. U zag net al eventjes een slide voorbij komen van ons interactieve programma. Dat heet Slido. En misschien kunnen we even aan de techniek vragen of ze nog één keer die slide voor willen zetten. En dat kan vragen stellen dus aan de mensen hier op het podium, uw input leveren. Kan via Slido, als u op uw mobiele telefoon naar slido.com gaat. En dan kunt u bij de hashtag verborgen armoede neerzetten. Voor de mensen die daar niet toe in staat zijn, niet een telefoon bij zich hebben of denken, nou, dat is wat al te ingewikkeld. U kunt ook gewoon na iedere spreker uw hand opsteken en een verdiepende vraag stellen, uw eigen advies meegeven. Dus alle beide manieren kan, digitaal
is voor ons wel makkelijk, want dan kunnen we het ook weer meenemen. Maar u bent absoluut, heeft u de mogelijkheid om ook gewoon te zwaaien, vriendelijk, en er komt iemand bij u. We hebben al een poll openstaan, maar voor zometeen, dus als u vragen heeft, kan dat via slido.com met de hashtag verborgen armoede. Zoals gezegd, Alliantie Kinderarmoede organiseert deze publieksacademie met partner NDC Media Groep, maar ook Stichting Amaryllis wil ik hier even genoemd hebben, en NHL Stende en gemeente Leeuwarden, die hebben ervoor gezorgd dat we hier op dit podium hele goede, rake verhalen horen die nieuwe inzichten bieden, maar ons ook aan het werk zetten. In die zin mag ik u door de middag leiden, maar ik heb niet een hele officiële positie binnen al die geledingen. Dat laten we over aan een sterke voorvechtster van het kind, de positie van het kind. Prinses Laurentien vanuit Missing Chapter Foundation heet jullie ook heel graag van harte welkom. Let op, ze noemt een datum, die is niet meer relevant, maar we gaan elkaar dus nog wel treffen in Den Haag. Laten we even kijken naar prinses Laurentien. Welkom bij de Publieksacademie Kinderarmoede in Friesland. Wat goed dat u bij elkaar bent gekomen. U weet als geen ander hoe belangrijk het is om juist samen hiermee aan de slag te gaan. Ieder van u heeft eigen kennis, ervaring en wensen als het gaat om kinderarmoede. Pas als die worden samengebracht, kunnen we tot structurele oplossingen komen. U bent het vast met me eens. Dat zijn we aan alle 400.000 kinderen die nog steeds opgroeien in armoede verplicht. Ik zie uit naar 17 oktober, als alle inzichten uit het hele land samenkomen in Den Haag. Ik hoop u daar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over die ene belangrijke vraag die ons ook bindt. Wat moeten we vandaag doen en regelen, zodat we over 10 jaar kunnen zeggen tegen elkaar, we hebben het goede gedaan. Ik blijf eventjes heel kort hier staan, want hier komen de reacties alvast binnen op de poll. Want we werken vandaag met het thema verborgen armoede. En als je dan leest hoe verborgen is en ook wat er gebeurt tijdens de coronacrisis, dan kunnen we wel stellen dat er nog heel veel gezinnen veel te laat geholpen worden. U denkt dan aan schaamte, aan berusting helaas, aan kansenongelijkheid, schaamte, wanhoop komt er voorbij, smoesjes, niet mee kunnen doen en ook onnodig. En dat is ook weer de term die zometeen onze ervaringsdeskundige ook gebruikt, Tieneke, die zegt, het is onnodig. Het hoeft niet zo te zijn dat er zoveel kinderen in armoede leven. Verborgen armoede hebben we uitgekozen omdat we gewoon merken dat mensen pas na 5 jaar gemiddeld bij een hulpverlener komen of iemand die hen verder helpt. En dat is natuurlijk veel te lang als je bedenkt wat 5 jaar op een kinderleven is. Daar willen we graag specifiek met jullie vandaag mee aan de slag, die verborgen armoede. Hoe maken we eigenlijk het taboe kleiner en de zichtbaarheid groter? Daar gaan we het over hebben. En zoals gezegd, het gaat over kinderen vandaag. We horen wel eens van mensen terug, ja, maar er zijn ook zoveel volwassenen in armoede. Absoluut, maar we dachten, ja, die volgende generatie, daar moet het wel mee gaan beginnen. Daar moet in die zin de kabel doorgeknipt worden naar dat lange lint van armoede. Dus ja, we focussen op de kinderen, maar daarbij ook echt wel op hun vaders en moeders. Dus dat wilde ik er even bij zeggen. Bart Kiers, Bart, waar zit je? Hij zit er altijd anoniem op met de muts. Maar Bart die luistert aandachtig mee en zometeen aan het einde krijgen we een soort muzikale samenvatting. Dat is handig, hoeft ook geen notulen te maken, van Bart van deze sessie. Het gaat over rechten, dat werd al gezegd. En daarom zou ik heel graag de kinderombudsman, of tenminste iemand van die organisatie, naar voren willen vragen, die ons meer vertelt over die rechten en wat we ons ook elke dag goed dus in het hoofd moeten printen als we met die kinderarmoede aan de slag gaan. Mag ik een applaus? En dat is wel voor het eerst sinds maart dat ik dat zeg. Voor Laura van den Heuvel. En ook voor jullie is het werk volgens mij behoorlijk veranderd. Inderdaad. Maar de missie blijft hetzelfde. Want misschien eventjes goed om uit te leggen, wat doe je als je bij de kinderombudsman werkt? Nou, de kinderombudsman is er om te monitoren of de kinderrechten in Nederland worden gewaarborgd. En we doen dat op allerlei verschillende manieren. Dus we geven adviezen, gevraagd en ongevraagd. We gaan vooral met kinderen in gesprek van hoe is het met jullie en wat vinden jullie nu eigenlijk wat wij moeten doen. Dus dat gaat inderdaad gewoon door, soms wat meer op afstand. Dus we spreken ook kinderen nu online
Helaas, want als het gewoon face-to-face is, is dat veel beter. En sommige kinderen krijgen we niet zo makkelijk te spreken, of is moeilijk om online te spreken, en hen bezoeken we nog steeds. Ja, we hoorden veel vanuit het onderwijs terug. Ja, sommige kinderen die waren niet zichtbaar. Bij andere kinderen werd het ineens heel zichtbaar dat ze in armoede opgroeien. Wat zijn jullie bevindingen van de afgelopen tijd? We hebben actief de ervaringen van kinderen tijdens de coronatijd opgehaald. Maar we werden ook veel gebeld. En eigenlijk de grootste reden waarom kinderen belden was omdat ze niet bezocht mochten worden door hun ouders als ze ergens anders dan thuis woonden. En we hebben ook wij doen tweejaarlijks doen we een kinderrechtentour. En dan vragen we eigenlijk van, nou, hoe gaat het nou met de kinderen in Nederland? En dan vragen we ook dingen als, heb je een veilig thuis, maar ook leef jij in armoede of hebben jullie weinig geld thuis? Maar dit jaar hebben we dus ook gevraagd van, wat merk je aan corona? En dat was redelijk in het begin van die periode. Dus kinderen hebben het nog niet zo door. Die hebben natuurlijk wel van, we zitten nu thuis. En voor sommigen was dat heel fijn, juist. Dus we kwamen er ook achter dat sommige kinderen thuisonderwijs heel erg fijn vonden. Maar als het over armoede ging, zagen we nog niet zo heel veel verschil in wat we daarvoor zagen. En wij denken dat dat ook komt omdat de gevolgen van de financiële gevolgen van de coronacrisis, die moeten nog komen. Dus kinderen voelen dat nog niet helemaal. Die voelen misschien wel stress van hun ouders. Dat gaven ze wel aan. Maar wat het precies betekent, kijk, geen één kind kon naar de Efteling, geen één kind kon zijn verjaardag uitbundig vieren. Dus dat kinderen in een andere positie terecht waren gekomen, dat kwam er nog niet zo uit. Nee. Ik heb ook wel begrepen dat het voor sommige kinderen ook rust gaf, dat ze niet naar school hoefden, want dan wordt het niet zo duidelijk dat jij het minder hebt. Ja. Ja, waarvan ik niet zeg dat dat positief is, maar het is wel een opvallend gegeven. Ja, de kinderen met problemen. Dus er waren ook kinderen die zeiden, ik ben zo blij dat ik thuis zit, want ik word op school gepest. En daar hadden ze nu minder last van. Maar ook inderdaad kinderen die in armoede leven, die hebben dan minder te maken met dat verschil. Aan de andere kant hadden ze wel meer te maken, nog meer dan normaal, met de spanningen thuis. Want school is ook vaak gewoon een plek waar ze even iets anders aan hun hoofd hebben. Ja. Als je kijkt naar die verborgen armoede, je reed hier naartoe en toen dacht je, maakt me niet uit wat ze vraagt, maar dit punt wil ik wel gemaakt hebben over verborgen armoede. Want jullie zien en horen veel, maar misschien ook nog wel te weinig. Ja, verborgen armoede. Nou, je zag net de filmpjes van kinderen schamen zich. Ouders schamen zich ook, dus zowel ouders als kinderen doen alles om het verborgen te houden, totdat het echt niet meer kan. En ik denk dat de coronacrisis is in vele opzichten heel naar, maar het heeft wel een aantal groepen zichtbaar gemaakt, doordat leerkrachten ineens zagen, ik las het verhaal over een leerkracht die ineens zag dat een kind in een badkuip online de lessen zat te volgen. En ook heel veel kinderen die gewoon geen middelen thuis hadden, geen wifi thuis. Maar ook ouders die een uitkering kwamen aanvragen. Dat is ook, die groep die is ook eigenlijk uit hun schulp gekomen. Ja. En ik denk dat je als gemeente daar actief iets mee zou kunnen doen. Dus wat leert die coronacrisis ons over die verborgen armoede en hoe je er mee om moet gaan? Hoe je het openbaarder maakt, minder taboe erop? Ja, de taboe. Ik vraag me af of dat heel makkelijk te doorbreken is. Dat is een heel hardnekkig proces van stereotypering en vooroordelen. Maar om mensen eerder naar buiten te krijgen om hulp te vragen. Ja, ik kan niet een analyse geven over wat nou de reden was dat ze nu wel snel hulp vroegen. Kijk, en die kinderen hebben ook niet om hulp gevraagd. Dat werd gewoon gezien door leerkrachten. En die zouden
moeten doorpakken als ze het eenmaal zien. Ja. En heb jij het idee, want we hebben het ook over vroeg signalering. Je zou willen dat die 5 jaar beduidend korter wordt als het gaat om hulpvragen. Heb jij het idee dat iedereen in dat veld met elkaar dan die route weet te vinden? Of signaleer je iets en verdwijnt dat een beetje in het grote digitale gebeuren? Nou, er werd wel heel veel over gesproken. Of het echt actief opgepakt wordt, dat weet ik nog niet. Dus kijk, wij proberen de boodschap levend te houden. En ik denk dat er heel veel gemeenten zijn die dat ook doen. Maar er zullen altijd... het zal ook wel weer verdwijnen, helaas, denk ik. Ja. Tot slot, we hebben het over rechten. En dat, ik bedoel, dat woord dat staat bij jullie dagelijks centraal. Ja. Wat moeten wij ons beseffen over die rechten? Nou, kinderen hebben voor alles het recht om zich zo goed mogelijk en veilig mogelijk te ontwikkelen. Daar zijn ook alle rechten in het kinderrechtenverdrag op gericht. Dus het recht op onderwijs, het recht op goede huisvesting. Dat zijn allemaal elementen die ervoor zorgen dat een kind veilig en goed opgroeit. En door armoede komen al die rechten eigenlijk onder druk te staan. Dus wij hebben een onderzoek gedaan in 2018. En daaruit bleek dus dat kinderen vooral problemen hebben op 3 terreinen. Dus op school, ze presteren slechter, hebben meer last van stress, waardoor ze ook hun hoofden minder openstaan om te leren. In de buurt, dus vaak wonen ze in onveilige situaties. En te klein behuisd. Maar wat kinderen zelf vooral aangaven was de onzekere en onstabiele thuissituatie van ouders die niet meer beschikbaar waren omdat ze zelf te gestrest zijn om het hoofd boven water te houden. Je moet, wat wij vooral zien in gemeenten is dat er veel focus zit op hoe kunnen we deze kinderen mee laten doen op school. Hoe kunnen we ze mee laten doen in buiten hun thuisomgeving. Er zou ook heel veel aandacht moeten zijn voor hoe zorg je ervoor dat de ouders minder stress ervaren, zodat ze weer goede opvoeders kunnen zijn. Ik hoorde van ouders dat dan de focus komt op die opvoeding, stress, problemen. Ja. Terwijl als die factor geldstress zou worden opgelost, ben je een relaxte partner, kom je toe aan rustig opvoeden. Ja. Ja, dan zijn ze weer beschikbaar voor aandacht en begeleiding van kinderen ook. Ja. En dat is wat kinderen het allerbelangrijkste vinden, dat zeiden ze tijdens onze interviews. En wat ik van jullie heb geleerd is, vraag het de kinderen zelf. Ja, ja. Ja, vraag kinderen zelf. Want kijk, wij dachten ook van we zullen wel een antwoord krijgen. Nou, ik wil ook een, net als mijn buurjongen, een PlayStation of wat dan ook. Maar dat was niet wat ze wilden. Ze wilden echt dat hun ouders geholpen werden en dat de ouders minder stress hadden. Dus er komen hele goede, verrassende dingen als je het de kinderen zelf vraagt. Mooi. En volgens mij mogen we dat dan ook vaker doen, is denk ik ook wel vanuit Missing Chapter Foundation, waar ze dat ook doen. Ja, het is ook geen gunst, het is een recht van het kind om gehoord te worden. Ja, en dat is denk ik de kernboodschap ook van jullie verhaal, het is een recht. Zijn er mensen die een verdiepende vraag hebben? Kijk even rond in de zaal. Dat mag ook dus via Slido, dus ik zie alles, dat is ook wat ik thuis had, mama ziet alles, maar dat is ook in dit geval zo, ik zie alles binnenkomen. Dus als u een vraag heeft, dan kunt u hem stellen. Ik zie geen hand omhoog gaan, maar het mag zo meteen ook nog. Ontzettend fijn dat je dit verhaal, en ik vind het een hele waardevolle les, het is een recht en vraagt ze zelf. Mag ik een applaus voor Laura? Dankjewel. We gaan naar gemeente Leeuwarden. Daar gebeurt al een heleboel als het gaat om mensen zien, mensen verder helpen, met elkaar het juiste doen. We zijn een inclusieve stad / gemeente, natuurlijk met alle dorpen er ook omheen. Maar wat doet de gemeente verder aan dat beleid en specifiek aan verborgen armoede? We vragen het aan de kersverse wethouder Hein Kuiken. Mag ik een applaus voor meneer Kuiken? Als je dan kijkt naar die gemeente Leeuwarden je treedt eraan als wethouder en je laat je bijpraten over hoe het hier staat met de armoede, specifiek kinderarmoede. Wat viel u op? Nou, ik ben nog maar heel recent wethouder, dat is 2 maanden. Maar natuurlijk heeft armoedebestrijding een bijzondere aandacht gehad op de afgelopen 2 maanden. Het
daar stopt het ook niet bij. Vandaag draagt er ook aan bij, denk ik. Maar wat mij wel opviel was dat de urgentie in Leeuwarden groot is, hè, om dit probleem aan te pakken. En dat de gemeente Leeuwarden al eigenlijk jarenlang kan bogen op niet zulke hele beste cijfers. Nee. Als je kijkt naar sommige wijken en het aantal kinderen wat daar onder het sociaal minimum opgroeit, als het ware, dan is dat soms schrikbarend. In een aantal wijken gaat dat ook echt boven de 50% uit. Ja. Dat betekent dus dat in wijken als Schieringen, of Hecht op Schieringen, maar ook de Wielenpolen, Schepenbuurt, dat dat meer dan de helft van de kinderen op bijstandsniveau opgroeit. Ja, en als je dan hoort wat die omgeving met je doet, dan durf je misschien wat minder luid op te dromen. Dan weet je niet eens waar je van kunt dromen als je dat niet ziet. Nee, dat klopt. En dat zorgt er ook al voor dat Leeuwarden jarenlang eigenlijk op lijstjes voorkomt waar je niet op voor wil komen. Hè. Kinderen in telrapport scoort Leeuwarden ook altijd met een aantal wijken heel slecht. Dus dat geeft wel een beetje de urgentie van dit vraagstuk aan voor ons. Ja, wat doet de gemeente aan actief beleid? Want ik noemde net ook al een aantal zaken, hè. Inclusieve stad. Mensen worden gezien, verder geholpen, maar wat zijn de voorbeelden die u zo te binnen schiet? Nou ja, in het armoedebeleid zelf is natuurlijk het kindpakket wat wij hebben uitgerold, dat springt daar het meest in het oog. Dat betekent dus dat kinderen eigenlijk bij de Stichting Leergeld of bij het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds eigenlijk een beetje in kind, zeg maar, hun lidmaatschap en de attributen die ze nodig hebben om sport of cultuur te beoefenen vergoed krijgen. Daar zijn we in 2014, 2015 in de gemeente Leeuwarden mee begonnen. Ik geloof ook dat de gemeente Leeuwarden daar echt wel koploper in is geweest. En dat beleid is succesvol geweest. Ja. Want inmiddels staat volgens mij het ministerie op het punt om dit uit te rollen naar alle gemeentes in Nederland, voor zover ze dat al niet gedaan hebben. Dus daar zit heel erg de focus op kinderarmoede. Nou ja, wat verder denk ik heel goed is van de gemeente, is dat we ook de verbinding proberen te maken met onderwijs, met jeugdbeleid. Dus je ziet dat er binnen de gemeente Leeuwarden nu echt wel vol ingezet wordt op talentontwikkeling ook. Hè? En ervoor te zorgen dat kinderen eigenlijk alles uit het leven kunnen halen. En daar speelt onderwijs, jeugdbeleid speelt daar een grote rol bij. En dat is belangrijk. Hè? Wat we eigenlijk willen als gemeente Leeuwarden is eigenlijk van dubbeltjes kwartjes maken. En daarmee eigenlijk de bijl aan de wortel zetten van dit probleem. Ja. En daar heb je wel tijd voor nodig, want het vraagt een lange adem. We hoorden net van Laura van de Kinderombudsman, het is een recht, we moeten ook de kinderen vragen om te horen wat zij willen. Die kinderen willen dat hun ouders rust hebben. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat die papa's en mama's niet iedere week ingewikkelde brieven krijgen? Ja, nou, ik denk dat we daar ook al goed mee bezig zijn, maar dat er ook nog wel winst in te behalen valt. Dat vraagt ook iets van onszelf als gemeente, maar ook van andere overheidsorganen. Hè, ook de manier waarop we communiceren met mensen. De grootste schulden. Dat raakt ook ons invorderingsbeleid. Hè. Als je weet dat de Belastingdienst en het CAIB zijn vaak de grootste schuldheffers. Nou, misschien zit de gemeente daar ook nog wel bij. Dus dat raakt ook onze schuldhulpverlening en schuldpreventie. Ik denk dat we ook de komende jaren als gemeente Leeuwarden daar echt nog wel een beetje gas kunnen geven om wat vorderingen te maken op dat dossier. We hebben nu bijvoorbeeld, we proberen steeds vaker de samenwerking te zoeken ook met partijen die dit soort problemen als eerste signaleren. Dan kun je denken bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars of aan woningbouwcoöperaties of energiebedrijven. Dus we proberen eigenlijk met hun in contact te komen van, als jullie iets zien, kunnen wij daar ook iets mee vanuit onze sociale wijkdienst. Nou, daar zit echt wel vordering in, maar ik geef ook gelijk toe dat we ook nog wel wat stappen kunnen maken de komende jaren. En volgens mij een artikel van Die Foos, ook op Binnenlands Bestuur, van gemeenten doen hun stinkende best, dat wat u ook beschrijft, maar je bent er niet met een fiets of een pas. Nee. Het gaat om veel meer structureel dat die rust, zeg maar, in dat inkomen. Er wordt ook een vraag over gesteld. Jiddo Alberts, dank voor je vraag. Op welke wijze wordt er geïnvesteerd om aan de voorkant van die problematiek te komen? Dat rust niet alleen op uw schouders, maar heeft u een fris idee? Vraagt iemand ook uit de zaal. Nou ja, je probeert natuurlijk zo vroeg mogelijk erbij te zijn. Hè? Dus dat is eigenlijk preventie, het voorkomen van problemen. Of anders het zo vroeg mogelijk tackelen van die problemen. Hè? En dat zeg ik op die vroegsignaleringskant. Hè, daar heeft de gemeente volgens mij nu een aantal waardevolle initiatieven lopen. Als het gaat om het voorkomen van problemen, dan zit je toch vaak op voorlichting, ondersteuning.
Misschien kun je daar ook wel wat in de wat publiekscampagnes op loslaten. Want het taboe inderdaad om over geld te praten is er ook nog steeds. Als je het in een bushokje op een abri hebt geplakt. Wat volgens mij recent ook samenvallen kinderen deed. En dat vroeg signaleren of voorkomen. Hè, dat is een illusie om te denken dat de gemeente dat alleen kan. Hè. Dus daar hebben we echt wel met elkaar een soort van alliantie voor nodig. Met tal van andere partijen om daar stap in te kunnen zetten. En ik lijkt me ook dat in de follow-up van deze bijeenkomst is alle input daarvan ook welkom. Hè? Ja, want hier wordt nog genoemd de versnippering in hulp en dienstverlening. Wat doet de gemeente naast dat kindpakket om armere gezinnen te helpen? Wat u zegt, zo'n gemeente heeft niet een hele zak met geld, maar de omgang met je burgers en hoe je dat voor de ander zo prettig, rustig, comfortabel mogelijk maakt, daar vallen nog wel wat stappen. Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat wij voortdurend de plicht hebben met elkaar om na te denken of het wel het juiste doen en ook het juiste bereiken met elkaar. Hè. Dus dat je op gezette tijd ook kijkt van, nou slaat dit aan. Want een beetje een wrange conclusie is wel, als je kijkt naar die omvang van kinderarmoede bijvoorbeeld in de gemeente Leeuwarden, die schommelt al zo jarenlang zo rond 16-17% van de kinderen die in armoede opgroeit. En we slagen er klaarblijkelijk met z'n allen niet in om dat gewoon in omvang terug te dringen, hè, dat probleem. Wat ik teruglees, maar dat is niet aan u persoonlijk, maar wel in het algemene gemeente, is dat men zegt, ja, we sturen eigenlijk ook de politiek controlerende taak op wantrouwen. Hè, we hebben heel strak beleid, strenge brieven. Ja, als je dat allemaal over mensen hun schutting gooit, dan komt er niet ontspanning om eens verder te kijken naar. Nee, klopt. Klopt, ik ben met je eens. Noteerd, ja. IKC Franciscus heeft een fris plan, daar wil onze wethouder vast graag kennis van nemen. Siska, waar zit je? Nou, wat wij proberen al een aantal jaren is, wij zitten best in een levendige wijk met levendige gezinnen, levendige kinderen. Oud-Oost, IKC Franciscus, die heeft daar ongeveer 400 kinderen samen met de kinderopvang. En de zorgen zijn groot, 2/3 van onze kinderen leven in situaties die anders zijn. Daar kun je je hele organisatie op inrichten en ook echt daadwerkelijk verschil maken. Als je met elkaar ervoor kiest om jouw IKC vindplaats te laten zijn voor onder andere armoede en voor het hele systeem waar het kind mee in aanraking komt, vaak in de gezinnen waar veel ondersteuning nodig is. En als je dat doet vanuit één regie, één plan, één situatie zoals wij dat hebben ingericht, we zien dat het een enorm effect heeft. Mooi, welke jeugdondersteuners bijvoorbeeld, jeugdondersteuners, kindcentra, daar mogen wij ook gebruik van maken. Binnen de gemeente een ontzettend mooi samenwerkingsinitiatief met de gemeente. Hanni Voskade is daar de trekker van. Fantastisch. Dat werkt. Het werkt gewoon. Ik denk dat we, want omwille van de tijd, want ik heb altijd een ondankbare taak om dan weer die onderdelen af te moeten ronden. En ik kan me ook voorstellen dat richting het ontwikkelen van een agenda op dat thema armoede, dat er nog wel wat gaat gebeuren. In het kort, wat is daar uw idee bij? Wat moet er gebeuren? Nou ja, ik denk dat je best van de gemeente mag verwachten, hè, dat we daar een soort van regisserende taak op ons nemen. Dus dat is ook tegelijkertijd maar het aanbod. Ja. Van laten we ook vandaag de netten ophalen met elkaar. Laten we die energie ook op een positieve manier vasthouden naar de toekomst. En laten we kijken of we echt concreet met elkaar een aantal zaken kunnen adresseren. Nou, dat willen wij als gemeente best faciliteren. En ik zeg u hier ook op voorhand toe, hè, dat de gemeente Leeuwarden ontvankelijk is om daar dan ook straks echt concreet wat mee te doen. Kijk. Dus dat lijkt mij een mooi vervolg van de bijeenkomst die we hier vandaag hebben. Mooi, en dat heeft inderdaad twee kanten. Als je zegt, ik kom uit Leeuwarden, dan wordt vaak inderdaad dat beleid ook genoemd, dat inclusieve denken. En tegelijkertijd worden die zorgwekkende lijstjes genoemd, dus we snappen de spagaat waar je dan in zit qua taal. Maar die agenda die komt er en met elkaar aan de slag. Er is een mailadres, kinderarmoede@leeuwarden.nl. En dat komt absoluut bij u en uw medewerkers terecht, hè? Om met elkaar. Ik zou zeggen, veel plezier. Mogen we nog wel zeggen Oude Seun of is dat echt Harlingers? Ja, eigenlijk kan dat niet meer. Nee, hè? Hebben we daar Leeuwarden term voor? Ik ben nou een beetje in transformatie. Hè? Transformatie. Nou, misschien kunnen we zo meteen aan Tineke vragen. Tineke komt van Skip, dus misschien kunnen we daar nog iets voor verzinnen. Maar in ieder geval een groot applaus. Dank, meneer Kuijker. Dankjewel. Ja, hoe maken we dat taboe kleiner? Door er heel eerlijk over te praten. Door eerlijk te zeggen wat je verhaal is, wat je tegenkwam en hoe je geholpen bent en hoe anderen beter geholpen kunnen worden. We zijn ontzettend blij dat Michael Kaptein hier vandaag bij ons is om zijn verhaal te doen. Hij werkt nu bij GGZ Friesland na een hele turbulente periode. Hij is ervaringsdeskundige.
Hij is ook tegelijkertijd, vind ik, de best geklede man van Leeuwarden. En hij gaat vertellen wat het met je doet als je in armoede leeft. En wat het met je doet als je gezien wordt. Mag ik een applaus voor Michael Kaptein. Goedemiddag allemaal. Een mooie aankondiging en bedankt voor het compliment. Zeg, ik beschouwde mezelf al heel lang als de best geklede man van Leeuwarden. Het is fijn om dat een keer terug te horen. Ik ben, zoals gezegd, Michael Kaptein. Ervaringsdeskundige bij GGZ Friesland en gevraagd om hier wat te komen vertellen. Nu zullen jullie GGZ Friesland misschien niet gelijk verbinden met het thema van vandaag. Maar ik ben, naast dat ik op allerlei leefgebieden in de problemen ben gekomen, in mijn volwassen leven ook een kind van intergenerationele armoede. En ik heb net met belangstelling naar de vorige sprekers geluisterd, met name naar de kinderombudsman. Ik ben heel benieuwd hoe die interviews zijn gegaan met kinderen. En ik probeerde me voor te stellen hoe dat ze zijn geweest wanneer mij een interview was afgenomen als kind. En ik denk dat ik dan met klapperende oren had zitten luisteren naar de vragen, want ik was mij van geen kwaad bewust. Zeg, de manier waarop ik ben opgegroeid zit in mijn genen, zal ik de rest van mijn leven met me meedragen. Maar mijn ouders die hadden het dusdanig ingericht dat ik als kind helemaal geen weet had van een andere manier van leven. En dat heeft er ook voor gezorgd dat het voorbeeld wat zij hebben gesteld, de manier van leven die zij hebben gevolgd en tot op de dag van vandaag volgen, zich in mij verankerd heeft. Dat heeft in mijn volwassen leven ook een grote rol gespeeld. Daar zal ik straks meer over vertellen. Maar in mijn jeugd wist ik gewoon niet beter dan dat er nooit geld was voor leuke dingen. Ik was geen lid van een sportvereniging. Ik had altijd kleding aan die gedragen was door mijn oudere neefjes en nichtjes. Maar daar stelde ik mezelf geen vragen bij. Ik ben wat dat betreft eigenlijk in relatieve onschuld opgegroeid in mijn vroege kinderjaren. Zeg, de eerste keer dat ik het verschil begon te merken tussen mijzelf en andere kinderen. Hè, want ik woonde meestal in probleemwijken, zoals die net genoemd werden, op een heleboel plekken in het land. Om een klein tipje van de sluier op te lichten omtrent de handel en wandel van mijn ouders. Met betrekking tot de financiën. Ze gaven geld uit aan de verkeerde dingen. Ze zorgden ervoor dat er altijd eten op tafel was. En er werden ook af en toe wel leuke dingen gedaan. Ze kozen er structureel voor om de vaste lasten niet te betalen. En dat heeft ertoe geleid dat ik in mijn jeugd, ik weet het aantal niet meer precies, maar zo tussen de 35 en 40 keer verhuisd ben. Ik ben de oudste van 7 kinderen. Dus ik heb de minste verhuizingen meegemaakt van al mijn broertjes en zusjes. Mijn jongste zusje, die is ondertussen 32, die heeft wel eens verteld tegen me dat ze een keer haar woongeschiedenis moest overleggen voor een of andere afspraak. En daar stonden meer dan 60 verhuisbewegingen in. En die persoon aan de andere kant van de tafel, die reageerde door letterlijk te zeggen, dit kan niet waar zijn. En mijn zusjes terechte antwoord was, ja, dat is wel degelijk waar, dit is hoe het gegaan is. Zeg, dus door die manier van leven ben ik nooit ergens lang genoeg gebleven om een dusdanige relatie op te bouwen met vriendjes of vriendinnetjes van mijn leeftijdscategorie, om ook te zien dat het anders kon. In die tijd had je ook nog niet zoveel technologie als telefoons en wifi en internet, dus ook op dat vlak kon ik het verschil niet echt zien. Dus nogmaals, pas toen ik naar de middelbare school ging, begon ik een beetje het verschil te merken. Mijn ouders lieten op allerlei vlakken zorg na voor hun kinderen. Ook op het vlak van de tandarts bijvoorbeeld. Gelukkig had je in mijn tijd van opgroeien nog een fenomeen zoals de schooltandarts. Zeg, dan werd je in een busje geladen en dan ging je met z'n allen gezellig naar de tandarts. Ik weet nog dat het de Ford Transit was. En ik kwam toen voor een van de eerste keren in mijn leven bij de tandarts. In mijn eentje, 8 jaar denk ik dat ik was. En die tandarts die keek in mijn mond en die zei zonder enige vorm van uitleg, die kies die gaan we trekken. Het was nog een melkkies, maar daar bleek een enorme ontsteking onder te zitten die al een hele tijd woekerde, waar ik ook wel last van had. Maar goed, als ik daar wat over zei, dan werd er gezegd dat ik niet moest zeuren en dat het vanzelf wel over zou gaan. Zeg, dus toen werd mijn melkkies werd getrokken, dat was voor mij een redelijk indrukwekkende ervaring. Dat zegt iets over de manier waarop mijn ouders hun kinderen het leven in hebben gestuurd. Ik kan mij niet herinneren
dat mijn ouders ooit de nadruk hebben gelegd op het feit dat ik mijn tanden regelmatig moest poetsen. Zeg, hè, dat is wat mij betreft een van de signalen die uiterlijk naar voren komen en ook waaraan gedacht kan worden bij het signaleren van kinderen in armoede. Want die cijfers over kinderen in armoede, ik geloof dat dat ontzettend goed is onderzocht. Maar ik betwijfel of het niet wat aan de lage kant is. Mijn persoonlijke mening is dat er denk ik nog veel meer kinderen in armoede leven die het zelf niet in de gaten hebben. Of die dusdanig bang zijn om dat naar voren te brengen dat er gewoon niet over gesproken wordt. Mijn ouders, mijn moeder is een intelligente vrouw, zegt die heeft er altijd alles aan gedaan om voor de buitenwacht voor te zorgen dat er niks aan de hand was. Hè? En dat kon ook, dat er iedere keer verhuisd werd en opnieuw begonnen kon worden. Zeg dat, dat tripje naar de schooltandarts, dat heeft indruk op me gemaakt. Ik vertel dat omdat het iets zegt over de manier waarop ik met mijn eigen gebit ben omgegaan. Maar wat nog belangrijker is, de manier van handelen van mijn ouders. Op financieel gebied, is het enige voorbeeld wat ze me gegeven hebben, alleen praktisch. Er is met mij nooit gesproken over hoe je een normale financiële gezonde huishouding runt. Die vaardigheden, die wat mij betreft ieder kind moet meekrijgen, zijn mij en mijn broertjes en zusjes niet aangeleerd. En dat heeft er bij mij toegeleid, maar ook bij vijf van mijn zes broertjes en zusjes toegeleid, dat ze allemaal financieel in de ellende zijn gekomen. Op één na hebben ze allemaal in de schuldsanering gezeten. Mezelf in kluis. Zeg, ik heb 3,5 jaar mogen doorbrengen bij de Kredietbank Nederland. Op latere leeftijd. U ziet hier in beeld een stukje van een artikel wat in 2017 uit mijn hoofd in de Leeuwarden Courant heeft gestaan. Daarin ben ik geïnterviewd samen met nog iemand hier in de zaal. Ik zal haar naam niet noemen, want dat vindt ze vast niet leuk. Maar dat ging over wat armoede met je doet. Hè? Dus dat drank, lopende kredieten vanaf mijn 22e. Geen financiële opvoeding, geen hulp. Dat geen hulpgedeelte, dat is heel lang een bewuste, in ieder geval een keuze geweest van mezelf. Zeg, want het verbergen houden van de ellende voor de buitenwereld is ook iets wat ik heb meegenomen uit mijn jeugd. En ik heb mijn uiterste best gedaan om alle cognitieve capaciteiten die ik heb daarvoor in te zetten. Ik vertelde eerder al over de eerste keer dat ik geconfronteerd werd met het grote verschil tussen mij en andere kinderen. Ik kwam namelijk van de lagere school met gymnasiumadvies. Zonder al te veel moeite werd er ook nog bij verteld. Dus ik mocht scholen uitzoeken. Mijn ouders gingen dan wel met me mee op zoek naar scholen. Ik woonde in die tijd in Haarlem. En ik was toen al, ben ik nog steeds, een fan van oude gebouwen en geschiedenis. En zo kwamen we in Heemstede, dat ligt tegen Haarlem aan, bij een school aan en die heette het Hageveld College. En dat was een prachtig oud pand. Met boven de bovenverdieping woonden nog nonnetjes en onder werd er lesgegeven. Het was een atheneum en ik dacht, hier wil ik naartoe, want dit is zo'n prachtige plek, enorm natuurgebied eromheen. Maar wat ik niet wist bij het maken van die keuze, is dat die school voornamelijk bevolkt werd door kinderen uit Aardehout, uit Bloemendaal. Allemaal ontzettend rijke gemeentes. Vaak hadden papa's en mama's hadden miljoenen op de bank. Zeg, dus die liepen allemaal in de laatste kleding, hadden alle dure merkschoenen en noem het allemaal maar op. En ik kwam aan in mijn overdraagselkleding van mijn familie. En als ik al een keer iets nieuws kreeg, dan was het iets van de zebra of de zeeman of de vibra. Ik haal die dingen altijd door elkaar en doe een beetje een contaminatie. Dus daar werd ik heel erg geconfronteerd met mijn anders zijn. En ik kan me nog een voorbeeld herinneren van dat ik naar het schoolfeest ging. Dat werd georganiseerd bij een kindje thuis, een klasgenootje in Aardehout. Challing heette het jongetje. Niet dat er wat toe doet, maar goed, dat kan ik me nog herinneren. Ik kwam daar aan en ik weet nog dat ik aanbelde. Er zat een kijkgaatje in de deur en ik hoorde meisjesstem aan de andere kant van de deur. En er werd door dat gaatje gekeken en toen hoorde ik iemand zeggen, laat iemand anders maar open doen, want het is Michael maar. Nou ja, dat heeft er bij mij nogal ingehakt, dat heb ik lang met me meegedragen. En daardoor kwam ik heel erg tot het besef dat de manier waarop ik was opgegroeid, de manier waarop ik in het leven stond, een heel groot contrast opriep met hoe de rijke kant van de samenleving in elkaar stak.
Ik ben daar verder nog niet over gaan nadenken, want ik was een jaar of ik was vroege leerling, ik was 11 dat ik naar de middelbare school ging. Zeg maar, dat is voor mij wel de eerste keer geweest dat ik daarover ben gaan nadenken. Wat dit gedaan heeft, onder andere die opmerkingen en het mij anders voelen, is dat ik mezelf steeds verder in mezelf ben gaan terugtrekken. Ik had al wat problemen op psychisch vlak door de manier waarop mijn ouders mij hebben opgevoed, want emotioneel waren ze ook niet toegankelijk. Dus hechtingsproblematiek is ook iets wat ik met mij meedraag de rest van mijn leven. Nu moeten jullie niet denken, goh, wat heeft deze meneer een zwaar leven, want ondertussen ziet het er best mooi uit. Maar er heeft wel heel wat voor moeten gebeuren. Zeg, ik ben uiteindelijk het volwassen leven ingestuurd. Ook niet op een hele prettige manier, want mijn ouders die gingen weer eens verhuizen. Onder dwang, denk ik nu, achteraf. Daar heb ik met mijn ouders overigens nooit een gesprek over kunnen voeren, want dat gaan ze altijd uit de weg. Tot op de dag van vandaag. En ze gingen verhuizen. Ik had een baan. En tegen mij werd gezegd, in het nieuwe huis geen plek voor jou, dus zoek maar een eigen plekje. Veel succes. Kijk, en wanneer je een beetje verantwoordelijke ouder bent, zeker wanneer je heel veel ervaring hebt met verhuizen, dan zou je denken, je brengt je kind in ieder geval bij dat je zich op tijd moet inschrijven om een beetje kans te maken op een woning. Wist ik helemaal niks van, dus ik had zonder dat ik het geluk had dat een vriend van mij wel met me wilde samenwonen, had ik op straat gestaan. Toen begon mijn eigen volwassen leven. En ik ben eigenlijk hetzelfde gaan doen als wat mijn ouders deden. Mijn geld uitgeven aan de verkeerde dingen. En ik had best een aardige baan. Ik kwam bij de Nederlandse spoorwegen terecht. Met veel onregelmatigheid. Dus aan inkomen lag het niet. Zeg maar, het lag puur aan het uitgavenpatroon. Zeg maar, normale mensen stress krijgen, normaal tussen aanhalingstekens, van een deurwaardersbrief of een incassobrief, was dat bij mij totaal niet het geval. Zeg, want ik dacht, nou ja, die figuren die komen vanzelf een keer en de gevolgen die zien we dan ook wel. Het lange termijn denken was bij mij namelijk gewoon compleet verdwenen. Dat is bij mijn ouders ook nooit aanwezig geweest. Wij leefden van dag tot dag, overleven, overleven, overleven. Mijn moeder, hè, dat staat daar, lopende kredieten vanaf 22. Mijn moeder heeft mij geholpen bij het afsluiten van mijn eerste lening toen ik nog thuis woonde. Ik wilde een auto, en een mooie auto, een Alfa Romeo 155, 2 liter Twinspark, voor de liefhebbers. Die kostte een hoop geld, en mijn moeder zegt, nou dan ga je toch naar de bank, want je hebt werk, en dan kun je lening afsluiten. Ze wist mezelf te vertellen, want ik heb deze lening afgesloten in mijn eerste jaar bij de spoorwegen, dus ik had nog een jaar contract. Normaal gesproken krijg je dan geen doorlopend krediet, maar ze wist mezelf te vertellen dat als ik naar mijn manager ging en om een intentieverklaring zou vragen, dat ze mijn contract zouden verlengen, dat ik dan een lening zou krijgen. Dat heb ik dus gedaan. Ik kreeg een lening. Ik heb een hele mooie auto gekocht. Die auto heb ik 9 maanden gehad. En in die 9 maanden dat ik die auto had, heb ik altijd keurig de premie betaald. Omdat ik wist, als ik de premie niet betaal, dan komen ze mijn auto afpakken. En ik wilde die auto natuurlijk niet kwijt. Tegelijkertijd ging ik er ook als een wilde mee om. Ik was nogal wild in mijn jeugd. En dat heeft ertoe geleid dat ik na 9 maanden de motor opblies van deze auto. In Rotterdam. Een heel eind van huis, want ik woonde toen in Lelystad. En ik heb toen ook weer in een opwelling, niet nadenkend over de toekomst of over misschien moet ik er een andere motor in hangen en kan ik daarmee het verlies een beetje beperken. Ik heb gewoon standpeden, heb ik een opkoper gebeld in Rotterdam. Die hebben die auto opgehaald en ik heb hem verkocht met 12.000 gulden verlies. Daarmee viel wat mij betreft ook mijn betalingsverplichting naar de kredietverstrekker. Zeg, want nou, hier gaat het over doorlopende kredieten. Dit was een persoonlijke lening. En ik dacht, ze kunnen mijn auto toch niet meer afpakken, dus wat kunnen ze me maken? Ik betaal niet meer en dan heb ik dat geld weer over om extra leuke dingen te doen. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot een enorm loonbeslag. Wat gewoon is binnengekomen op de administratie van de Nederlandse spoorwegen. Zijn nooit vragen over gesteld. Ook dat is iets wat heel belangrijk is qua signalering. Voor bedrijven om het financieel welzijn van hun medewerkers in de gaten te houden. Even voor de volledigheid, ik heb 11 jaar bij de spoorwegen gewerkt. En in die 11 jaar heb ik het te maken gehad met ongeveer 13, 14 loonbeslagen. Nooit naar gevraagd. Ja, staan we aan. Iemand vraagt ook uit de zaal, welke rol zou die werkgever eigenlijk moeten hebben? Welk appel doe je op mensen die personeel hebben?
Nee, de rol die de werkgever zou moeten innemen, wat mij betreft, is niet een rol met het vingertje omhoog, maar een zorgende rol. Wanneer je werknemer bent en je hebt personeel, dan ben je erbij gebaat dat het personeel zo goed mogelijk functioneert. En wanneer er dus signalen verschijnen dat het niet zo goed gaat in het privéleven van het personeel, dan vind ik het de taak van de werkgever om daar een reikende hand bij te bieden. Van, hé, we merken dat het niet goed gaat. Daar hebben we begrip voor. Het kan in iedereens leven wel eens niet goed gaan. Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat het weer beter gaat? Ja, en ik ben zo brutaal om er nog een vraag bij te stellen, maar op die manier hebben we ook even wat de interactie. Wat is nou volgens jou, vraagt Jiddo, de beste manier om verborgen armoede onder kinderen aan te pakken? Wat had je willen zien toen je klein was? Ja, nou, daarom deed ik de inleiding zoals ik hem deed. De volgende foto komt voorbij. Eerst even de vraag. Voordat ik geconfronteerd werd met het contrast, met het verschil, had ik daar geen antwoord op kunnen geven. Want dan had ik gedacht van dit is toch de normaalste gang van zaken die je kunt bedenken. Dat gaat toch overal zo? Dat is wat je denkt als kind. Nu terugkijkend denk ik dat het heel belangrijk is om kinderen te ondersteunen die in armoede leven, maar ik denk dat het begint bij de ouders. Ik had het graag gezien dat ergens in mijn jonge leven mijn ouders op een vriendelijke en behulpzame manier een helpende hand had worden toegestoken van hey, we zien dat er van alles misgaat, jullie gedragen je niet zoals de meeste mensen zich gedragen in de maatschappij, hoe kunnen we jullie helpen om de boel te stabiliseren, te ontstressen. Ja. Dus op die manier had ik dat graag gezien. Maar dus ook niet op die manier als probleem te worden gezien, maar nee, dit is hoe we het een soort common sense hebben, is het een idee om ook nee, zo... Nee, juist niet. Wanneer je mensen problematiseert, dan jaag je mensen alleen maar in de verdediging. En dan is de kans dat je wat met ze bereikt, is, nou ja, heel klein tot nihil. Ja. Ik laat je nog een paar minuten even met de slides, maar... Ja. Nee, ik begon er straks te vertellen over mijn ervaring met schooltandarts. Zeg, jullie zien hier twee foto's. Misschien kunnen jullie aan de snor herkennen wie het is. Dit ben ik. Dit is op een gegeven moment de staat van mijn gebit geweest. De foto voor de behandeling. Want mondzorg, tandarts, nee, dat was er op een gegeven moment allemaal niet meer bij. Zeg, ik heb lang een verzekering gehad via de spoorwegencollectief, waardoor ik prima naar de tandarts had kunnen gaan, maar dat zat niet in mijn systeem, want mijn ouders deden het ook niet met mij. Zeg, daarnaast nam ik het met het tandenpoetsen ook niet zo nauw. Wat ook geen onbelangrijk detail is, is dat ik ook heel veel alcohol heb gebruikt. Ik ben verslaafd geweest aan alcohol. Zeg, dat heeft ook niet geholpen, want ik heb veel overgegeven, wat heel slecht is voor je gebit. Maar dit, dus de voor de behandeling staat, is een gebit waar ik jaren mee heb rondgelopen. En dat heb ik gedaan, niet omdat mij geen alternatieven werden aangeboden. Want er werd mij wel aangeboden, ga via je zorgverzekeraar naar het ziekenhuis en laat alles eruit halen en laat protheses aanmeten. Maar ik was er 100% van overtuigd dat er nog wat van te maken viel. Het enige waar het mij aan ontbrak was geld. En dat heb ik altijd als een heel groot onrecht ervaren. Want ik vind het nog steeds te idioot voor woorden dat mensen bij wie het gebit nog te repareren valt, alles uit de mond wordt getrokken puur en alleen omdat dat de goedkoopste oplossing is. Zeg, ik heb gewacht tot het een kans zag. En die kans die heb ik uiteindelijk gegrepen. Ik ben namelijk via mijn tandarts, bij wie ik me toen had aangemeld hier in Leeuwarden, terechtgekomen in het MCL. Centrum Bijzondere Tandheelkunde. En die hebben een offerte opgemaakt van wat het zou kosten om mijn gebit te repareren. En die hebben dat opgestuurd naar de Friesland Zorgverzekeraar. En de Friesland Zorgverzekeraar was zo vriendelijk om met de hand over het hart te strijken en te zeggen van, we gaan het gebit van deze meneer opknappen en dat wordt vergoed vanuit de basiszorg. Wat voor les zit daarachter? Een voorbeeld. Wat voor les of wat voor... Nou ja, ik laat dit zien omdat ik weet uit ervaring, vanuit mijn cliënt zijn, vanuit mensen die ik gesproken heb in mijn werkveld binnen de GGZ, dat mensen de tandartszorg niet als prioriteit zien. Heel veel mensen die weinig geld tot hun beschikking hebben, zeg een bijstanduitkering, hebben alleen maar een basisverzekering. Tandartskosten worden niet gedekt vanuit de basisverzekering. Dus moet je een aparte verzekering voor afsluiten. En daardoor laten heel veel mensen de orale zorg op zijn beloop. Ja. En daardoor ontstaan er allerlei problemen. En dat zijn
wat mij betreft hele zichtbare tekenen van het feit dat er misschien sprake is van armoedige situaties. En dat kan dus een onderwerp van gesprek zijn waardoor je iets kan openbreken. En wat ik van andere mensen ook hoorde is, mijn snelweg zit al vol. Mijn hoofd zit vol met survivalen van de ene naar de andere dag. Dat is zeker zo. Er komt zo'n kinderarts, die zal er vast wat over vertellen. Maar misschien geef ik even een voorzetje of kaap ik nu wat voor zijn neus weg. Er is allerlei onderzoek de laatste tijd vrijgekomen over dit onderwerp. Ik heb dat met veel interesse gelezen. Mobility mentoring, ik weet niet of jullie het kennen, zoek het anders op. De schaarste theorie, allemaal zeer relevante informatie. De theorie van die schaarste theorie is dat wanneer je in constante financiële stress leeft, dat er ongeveer 14 punten, geloof ik, van je IQ verdwijnen. Wanneer je een test laat afnemen. Voor mezelf had ik dat voordat ik die onderzoeken duidde, want toen was ik al in herstel gekomen en ging het met mij al de goede kant op, al geduid in een computeranalogie, omdat ik heel erg met computers bezig ben, al van kinds af aan. Ik heb het altijd gezien alsof een gedeelte van mijn werkgeheugen constant in beslag werd genomen door de financiële stress en ellende. Ik hield me dagelijks bezig met vragen als, woon ik over 2 maanden nog wel op dit adres? Doet volgende week mijn telefoon het nog wel? Doet over 1 maand mijn internet het nog wel? Allemaal financiële ellende. Als ik de postbode zag, dan zat ik altijd hier. En ik ben uiteindelijk schuldenvrij geraakt na een, laten we zeggen, wankelen periode bij de Kredietbank Nederland, want dat heb ik ook met kunst en vliegwerk voor elkaar gekregen. Ik heb mijn schone lei gehad. Ik raakte daarna weer in de problemen, want de Kredietbank Nederland heeft een cruciale vraag niet gesteld. Zeg, dat reken ik ze niet aan, maar ik wil het wel graag aangeven. Zeg, want binnen dat traject is alles wat het Nibud bedenkt over gezond financieel leven op me afgevuurd. Nou, dat kon ik echt wel bedenken, dat nuttig was. Maar ze hebben nooit de vraag aan mij gesteld, waarom doe jij wat jij doet? Wat zit erachter? Yes. En uiteindelijk ben ik bij een wijkteam tijdens de opkomst van Amaryllis hier in Leeuwarden en in contact geraakt met een sociaal werker. En die ging wel op die manier te werk. Die ging wel bij mij onderzoeken, wat zit eronder? Waarom doe jij wat jij doet? En door die samenwerking met deze jongen, Michiel heet hij, ik spreek hem nog steeds, ondanks dat het jaren geleden is, ben ik erachter gekomen wat financiële rust met zich meebrengt. Rust in mijn hoofd. En het is geen toeval dat ik vanaf die periode, want we spreken over 2015, een enorme groei heb doorgemaakt. En dat is ook afrondend bijna, moet ik helaas zeggen. Want dat ik heb altijd veel taak, dat is ook wel wat veel van jullie zeggen. Ja, we hebben het over die kinderen, maar die rust bij die ouders, dat kan zoveel verschil maken voor die kinderen. Precies. Waar wil je mee afsluiten? Want ik wil niet je presentatie daar ineens een punt achter zetten. Nee. Waar gaan we ermee uit? Nee, mijn leven is op een enorm openbare manier ontploft. Ik ben in de krant terechtgekomen. De details zal ik jullie besparen in verband met de tijd. Zoals ik al zei, kom ik uit een groot gezin met allemaal broertjes en zusjes. Wat er uiteindelijk gebeurd is, is dat ze allemaal aan het denken zijn geslagen. En dat ze allemaal eerder hebben ingegrepen dan dat ik dat heb moeten doen. En dat ze daardoor allemaal hun leven nu op een veel betere, gezondere en gelukkiger manier leven. Mijn zusje is iets meer dan 1 jaar geleden moeder geworden, heeft ook hechtingsproblematiek, weet daarvan, allemaal in gang gezet door wat er met mij gebeurd is, en is zich vanaf het moment dat ze wist dat ze zwanger was gaan voorbereiden op hoe zorg ik ervoor dat dit kind gezond en veilig gaat opgroeien. En ik ben dus 2-3 weken geleden op dat jongetje zijn verjaardag geweest. Het is mijn oogappeltje. Het is een prachtig, ontzettend veilig, gehecht en vrolijk jongetje. Dus wij zijn als kinderen, door de kennis die er vergaard is, door onder andere wat er met mij gebeurd is, de cirkel van intergenerationele ellende en armoede aan het doorbreken. En dat vind ik, ondanks dat ik daar een heleboel ellende voor heb moeten doorstaan, echt een... ik krijg kippenvel van. En een dijk van een applaus waard. Ja. Hoe breng je rust in een armoedesituatie, vraagt iemand zich af. Nou, ik kan me dus voorstellen dat je dus iemand vraagt, hoe heb jij je schulden geregeld, maar hoe kan ik jou rust brengen? Heel veel is taal, volgens mij, als ik het zo hoor. Absoluut. Absoluut. Onrust komt meestal voort vanuit een situatie waarin je je bedreigd voelt.
En de trend is altijd geweest bij het innen van schulden of achterstanden om met allerlei dreigende taal over de brug te komen. He, dat is op alle niveaus is dat zo. Vanuit incassobureaus, vanuit gerechtsdeurwaarders, vanuit de gemeente heb ik dat vaak zo ervaren. Benader mensen op een andere manier en probeer ze ook daadwerkelijk als mensen te blijven zien en niet alleen maar als een probleem, omdat ze zich niet aan de regels houden. Iedereen verdient gelijke kansen en wanneer die gelijke kansen er niet zijn vanwege allerlei omstandigheden, dan is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat die rust gecreëerd wordt, zodat mensen zich wel kunnen ontwikkelen op een manier die voor hun goed is, opdat ze ook gewoon een zo groot mogelijke kwaliteit van leven kunnen ervaren. Mooi. Ik denk dat je tegen... Ik zie dan zo'n klein jongetje voor me met net zo'n goede blouse. Kleine Michael. Ik denk dat je kunt stellen dat je daar mega trots op kunt zijn. Want je hebt de schakel doorbroken, om het zo maar te zeggen. En je maakt ook nog eens heel veel impact en het verschil voor anderen. Dus nogmaals een heel groot applaus daarvoor. Dank je wel. Michael Kaptein. Ja, dat gebaar maak ik nooit, Michael, want dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar het liefste zou ik iedereen op het podium houden, maar vanwege die coronamaatregelen moeten we dan weer plaatsmaken voor de volgende. Ik zal even kijken of ik in het goede cirkeltje sta. En je bent ook nog even bij ons, hè? Dus als mensen nog vragen hebben of zeggen, goh, heb je nog tips voor me, dan ben je absoluut aan je goede blouse te trekken. We gaan verder praten over de gevolgen van die kinderarmoede op je hele leven, maar ook op je gezondheid, op je gestel. Als je de verhalen hoort, dan gaat het al onder je huid zitten. Maar het doet ook werkelijk fysiek iets met ons, armoede. Michel van Vliet is kinderarts. In het voorgesprek heb jij al wat zaken verteld en ik ben me echt kapot geschrokken. Ik dacht dat ik het wel wist, dat ik ingelezen was. Maar deze cijfers, deze verhalen, die maken absoluut indruk. Ik moet een vraag stellen over die fetus. Een roze en een blauwe. Is dat op de kinderafdeling, als er iemand geboren is, dat je altijd één voet? Nee, dat is meer zeg maar, op de kinderafdeling het inclusief denken. Iedereen hoort erbij. Het enige wat ik nog zoek is nog een non-binary veter. Maar ik weet niet zo goed wat voor kleur erbij past. Nou, misschien het microfoontje heeft een hele neutrale kleur. Dus volgens mij kun je helemaal genderneutraal je verhaal doen. Mag ik een applaus voor Michel? Eigenlijk ga ik helemaal niks nieuws vertellen, want ik ga eigenlijk alleen maar vertellen wat Michael al verteld heeft. Alleen daar dan een beetje de achtergrond van. Hij is helemaal niet erg, herhaling is hartstikke goed. En dan begrijpen we ook een beetje wat gebeurt er dan precies in die hersenen en wat gebeurt er dan precies in dat lichaam. Want gelijke kansen, ja dat zou prachtig zijn, maar het is in Nederland waar je wieg staat bepaalt grotendeels wat er uiteindelijk gaat gebeuren. Deze twee situaties op die foto, het ligt maar 15 kilometer uit elkaar. Een achterstandswijk, Noordwijk of het debutantenbal in Scheveningen. Hartstikke dicht bij elkaar, maar grote kant verschil haast niet zijn. Om dat nog concreter te maken. Stel nou dat je vandaag als baby geboren wordt hier in het MCL. En je ouders wonen in een van die wijken van Leeuwarden, waarvan we net geconcludeerd hebben dat ze in de top 10 staan van de armste wijken van Nederland. En naast jou ligt een baby waarvan de ouders 25 kilometer ten westen van Leeuwarden wonen. Dan weet je nu al dat gemiddeld genomen jouw leven 8 jaar eerder gaat eindigen. En dat van dat 8 jaar kortere leven je 17,5 jaar meer last hebt van ziekte en allerlei gebreken ten gevolge van die ziekte. En dat is niet iets van vroeger, maar dat is iets wat nu nog steeds zo is. En dan wordt er heel vaak, krijg je zo'n soort plaatje, en dan wordt er gezegd, ja, maar ja, weet je, gezond eten is ook duur, mensen maken verkeerde keuzes, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar de vraag is niet van, ja, waarom maken die mensen nou de verkeerde keuzes, maar wat ligt daar nou achter? Hoe komt het dat deze keuzes gemaakt worden? En dat is het onderwerp waar ik het met name over wil hebben. En dan kom je inderdaad, dan kom je op die hersenen. En heel specifiek, dan kom je op een bepaald gedeelte van de hersenen wat we het limbische systeem noemen. En dat limbische systeem, dat is het gedeelte wat zich bezighoudt met herinneringen en wat zich bezighoudt met emoties en met stress. En dat limbische systeem, dat bestaat uit 3 onderdelen. Dat zijn de amygdala, de hypothalamus en de hippocampus. En dat gaat iedereen weer vergeten, maar we gaan het toch even langs en we gaan ze even een andere naam geven. Want die amygdala, dat is de uitkijktoren.
Als je in de auto zit en je rijdt door de stad, dan ben je continu aan het kijken van hoe veilig is het? Wat komt er op mij af? Moet ik remmen? Kan ik gas geven? Enzovoort, enzovoort. Het is die uitkijktoren, die amygdala, die dat doet. Die continu om je heen aan het kijken is van waar moet ik op reageren? Op het moment dat er dan een kind vlak voor de auto oversteekt, dan word je hyperalert, zodat je reflexen sneller zijn, je spieren aangespannen zijn, je hartslag omhoog gaat. Wat er dan gebeurt, is dat je stressreactie aangezet wordt. Dus die hypothalamus, dat is de stresskip. En dan op een gegeven moment dan heb je voldoende, dan ben je snel geweest en dan kan die rust ook weer komen. Wat gebeurt er dan? Dan gaat die hippocampus die gaat aan, dat is je koele kikker. Je zegt, nou jongens, weet je, het is allemaal goed afgelopen. Rust. Dus normaal gesproken, als het gaat om een stressreactie, dan heb je een uitkijktoren. Die kijkt, is iets gevaarlijk of niet? Als het gevaarlijk is, reageer je met stress. En na afloop van die stress, dan kun je ook die stress weer terugbrengen. Dit systeem is alleen gemaakt voor acute momenten. Dat kind dat voor de auto oversteekt. Een presentatie houden in een zaal als deze. Allemaal korte momenten. Het gaat volledig mis als dit systeem de hele dag door aanstaat. Want als dit systeem de hele dag door aanstaat, dan wordt die uitkijktoren, die wordt hoger. En dan is niet alleen een beer op 10 meter afstand is nog gevaarlijk, maar ook die beer op 5 kilometer afstand, die ik alleen nog met een telescoop kan zien, die is voor mij dan net zo gevaarlijk geworden en die zorgt voor diezelfde stressreactie. Die stressreactie wordt ook groter, wordt heftiger. Dus ik ga op kleinere prikkels ga ik reageren en als ik reageer, dan is het meteen bam, in één keer. En die hippocampus, die koele kikker die de boel moet sussen, ja, die gaat dood, die verdwijnt. En wat er dan gebeurt, is wat je ziet in het gedrag, dan zijn er eigenlijk nog maar drie mogelijkheden. Of je gaat vechten. En dat moet je zien als van, ja maar jongens, dit is niet mijn schuld, dit lag aan de buurman. Ik hoef deze rekening niet te betalen, want dat die boel kapot is, daar had ik niks mee te maken. Of je ziet een vlucht. De rekeningen wegmoffelen. Ik heb ze niet gezien. Of het is op die bank blijven zitten met de rekeningen in de handen, de hulpverlening binnenlaten en alles maar laten gebeuren en zelf eigenlijk niet meer weten wat je moet. Volledig bevriezen. Het zijn je hersenen die dat allemaal aansturen. Die maken dat alles in je lichaam volledig aangespannen is, je hartslag omhoog gaat, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar wat er dan gebeurt als je dat continu hebt, is dat alle hormonen die daar een rol in spelen, cortisol, adrenaline, noradrenaline, al die stresshormonen zijn continu hoog. En als die continu hoog zijn, nou, het betekent continu een hoge hartslag, betekent een hoge bloeddruk, het betekent dat het lichaam niet meer weet hoe om te gaan met suikers, hoe om te gaan met vetten. Je afweersysteem werkt niet meer, want je witte bloedcellen gaan kapot, weten niet meer wat ze moeten doen. En dan krijg je dit. Hart- en vaatziekte, kanker, astma, suikerziekte. Allemaal directe gevolgen van een chronische stressreactie in de hersenen die maakt dat allerlei processen in het lichaam gaan veranderen. En niet meer werken zoals ze moeten werken. Om het nog beroerder te maken, die hersenen sturen natuurlijk niet alleen je lichaam aan. Die hersenen heb je ook nodig om dingen te voelen, om dingen te begrijpen, om over dingen na te denken. Eigenlijk wat Michael net zei, een bepaald gedeelte van je hersenen is ergens mee bezig en dus is er geen ruimte voor iets anders. Dat is wat je ziet op die linker plaatjes met al die rode kleur. Helemaal links, iemand zonder chronische stress, die in een scan ligt en die krijgt een opdracht. Die heeft bij wijze van spreken 10 woorden moest hij onthouden en die moet dan die 10 woorden moet hij weer opnoemen. Plaatje daarnaast, waar je veel minder rood ziet, met name in die cirkels. Zelfde opdracht, maar in een brein wat bezig is met continu stress, wat bepaalde gedeelten van de hersenen ergens anders voor nodig heeft en dus gewoon niet ingezet kan worden. Dat geldt voor volwassenen en dat geldt voor kinderen. Bij kinderen speelt er nog iets anders. Want tot je een jaar of 21 bent, zijn je hersenen bezig om zich te ontwikkelen.
Er worden elke dag nieuwe verbindingen aangemaakt in je hoofd. Want dat is wat er gebeurt als je leert. Als je leert fietsen, als je leert zwemmen. Allemaal nieuwe verbindingen. Het wordt steeds complexer in het hoofd. Op het moment dat er chronische stress is. En dat is zelfs zo als er chronische stress is alleen bij ouders. Want een kind merkt dat, die voelt dat. Dus die heeft zelf ook de chronische stress. Wat er dan gebeurt, is dat er niet alleen in de functie van de hersenen dingen veranderen. Maar die hersenen gaan er ook echt anders uitzien. Die hersenen zijn kleiner. En waar je, als het gaat om de functie, misschien nog wel verbetering kan zien, op het moment dat de omstandigheden beter worden, kun je aan de grootte van die hersenen niks meer veranderen. 13 IQ-punten. 14, 13. Ik vind de marge goed. 13 IQ-punten, dat is wat je inlevert op het moment dat je chronisch aan het nadenken bent over hoe moet ik de eindjes aan elkaar knopen. En dat is bij volwassenen. Waarbij in principe de hersenen nog volledig normaal aangelegd zijn. Geen idee hoeveel IQ-punten het is bij kinderen die vanaf de geboorte in een situatie van armoede en chronische stress terecht zijn gekomen, waarbij ook die hersenen er van binnen gewoon heel anders uitzien. Het kan alleen maar meer zijn dan 13. Het kan niet minder zijn. En om het dan nog beroerder te maken, het is eigenlijk wat Michael al zei, ik draag het levenslang bij me, het zit in mijn genen. Die chronische stress die je hersenen ervaren, die je lichaam ervaart, zorgt voor veranderingen op DNA-gebied. En dat betekent dat zelfs als je jezelf hier aan armoede kunt ontworstelen, dat je dan nog steeds een genetische blauwdruk meegeeft aan je kinderen, die misschien in een situatie opgroeien waar helemaal geen armoede is, die toch met 1-0 achterstaan, omdat als het ware hersenen en lichaam voorgeprogrammeerd zijn om te gaan met chronische stress. En dan kom je eigenlijk tot de deprimerende conclusie, dat als je kijkt naar de prijs van armoede, dat die niet te betalen is. Want wat er nu met kinderen gebeurt, werkt levenslang door. Maar heeft ook alle generaties daarna ook effecten. Maar gelukkig kun je hem ook omdraaien. Want dat betekent ook dat als je nu iets doet aan chronische stress die armoede veroorzaakt bij kinderen, dat ook dat een levenslang effect heeft. Zorg voor een positievere genetische blauwdruk die ook weer doorgegeven wordt. Door er nu iets te doen aan die kinderarmoede, doe je niet alleen iets voor deze generatie, maar automatisch, zonder dat het eigenlijk de bedoeling is, en dat is wel heel mooi, ook voor al die generaties die erna komen. Dank u wel. Dankjewel, er komen nog wat vragen binnen, die kunnen we dan meteen ook beantwoorden. Is de vermindering van IQ-punten ook het geval bij kinderen met parentificatie? Jazeker. Het lastige is, hè, als je kijkt naar deze groep kinderen, dan is het bijna nooit alleen maar armoede. Die onderzoeken waar het gaat om de IQ-daling van 13 punten, dat zijn, dat is een beetje bijzondere studies, maar dat zijn studies die zijn gedaan onder houders van suikerplantages. En waarom zijn die gedaan onder houders van suikerplantages? Houders van suikerplantages krijgen 1 keer per jaar uitbetaald. En dat betekent dat je IQ-testen kunt doen op het moment dat het geld op is. En je kunt de IQ-testen doen op het moment dat het geld direct binnen is. En dan zie je dat verschil van 13 punten. Dus dat die 13 is het gedeelte wat omkeerbaar is. Ja. Als je nog hoort, Mike vertelde ook van, goh, wat hadden we zo graag willen leren als kinderen hoe je omgaat met geld. Hoe je in die zin ook het overzicht en de rust bewaart. Zit daar nog verschil in mensen en hoe dat IQ dan wordt belast, dat werkgeheugen ook? Nee, eigenlijk niet. Het enige wat je kan zeggen is dat op het moment dat je in staat bent om de stress te verminderen, en eigenlijk is dat ook wat Michael noemt, hè, het neefje wat zich veilig hecht,
die leert dat er vervelende dingen kunnen gebeuren, maar die kan dat bezien vanuit een situatie van veilige hechting, warmte en de wereld is veilig, dan kun je veel meer hebben. Dan bouw je een enorme buffer op. Ja. Ja, want dat is eigenlijk de primaire vorm wat mij betreft als het gaat om preventie. Zorg dat die hechting goed is. En dat betekent ook dat je eigenlijk al tijdens de zwangerschap, bijvoorbeeld door aansluiten bij de verloskundige, dit gesprek moet hebben. Wat zit er in je rugzakje? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jouw kind, wat nu nog geboren moet worden, zo weinig mogelijk last gaat hebben van wat er in het rugzakje zit? Wat is dan ook het appel? En dat vraagt ook iemand van, ja, dan ben je er niet alleen met vroeg signalering, dan moet je daar dus ook mee aan de slag met elkaar. Ja. Wat is dan het appel? En dat wordt dan de wethouder genoemd, maar ik denk dat het ook het appel is aan de gemeente en al die partijen in dat veld met elkaar. Wat moet er gebeuren? Het allereerste punt is het bespreekbaar maken, zodat je het weet. Want dan kun je iets aan de chronische stress doen. Ja, ik hoor ook wel hulpverleners wat worstelen met die privacy. Er zijn natuurlijk bepaalde regels ook. Als je vraagt aan een gezin, nou, gaat het goed? Hebben jullie nog vragen? Je doet dus een huisbezoek. Hè, tenminste, kan ik me herinneren dat er dan iemand langskwam. En je ook je partner even meevroeg. Maar als die mensen dan zeggen, het gaat verder prima. Vraagt u dan ook door? Vraagt u door op zo'n situatie? Ja, alleen wat bij ons natuurlijk anders is, is dat mensen komen in het ziekenhuis met een lichamelijke klacht. En die lichamelijke klacht maakt dat je alles mag vragen. En de witte jas maakt ook dat je op heel veel dingen een antwoord krijgt. Waar op de momenten dat ik binnen de hulpverlening aan het werk ben, vaak geen antwoord krijg. Nee, dat is de analyse. Ja, nou en dat betekent dat pas als iedereen in de eerste lijn, de tweede lijn, de derde lijn, of dan jeugdhulpverlening of GGZ of somatische zorg is, dezelfde vragen gaat stellen, dan wordt het normaal en dan hoop ik dat er ook antwoorden gaan komen. Ja, reactie daarop, want ik durf te wedden dat er ongetwijfeld mensen zijn in de zaal die daar wel een opmerking bij hebben of zelf een ervaring vanuit uw deskundigheid. Wie mag ik het woord geven? Naar die meneer, de microfoon komt bij u. Want het is een wezenlijk iets, hè, die vragen stellen en dat met elkaar zo kunnen doen. Wie bent u? Mijn naam is Fred Jansen en ik ben een geïnteresseerde burger. Waarom zitten al die deskundigen, zo mag je ze noemen, waarom praten die niet met elkaar? Want je hebt dus vanuit verschillende invalshoeken zicht op de problematiek en een stukje van een totale oplossing bij elkaar. En waarom worden de mensen over wie het gaat daar niet in meegenomen, op een actieve manier, niet belerend, maar veel meer bewust, een stukje bewustwording. Ja. Ik kan de vraag aan u stellen, gaan we zo ook doen, maar ik durf te wedden dat er ook nog wel andere geïnteresseerde, betrokkenen, experts daar iets op willen zeggen, want ik denk wel dat het herkenbaar is. En we hebben ook aan de voorkant in de voorbereiding wel gezegd, ja, we hebben een zaal vol goedwillende mensen, met mensen die het allerbeste voor hebben. We hebben mensen, we hebben ambtenaren, we hebben in het veld iedereen die wil de goede kant op. Waarom lukt het dan ons niet dit beter te doen en die cijfers naar beneden te krijgen? Wie wil daar iets op zeggen, ook vanuit het veld? Ik probeer uw non-verbale communicatie te lezen, maar dat gaat een beetje moeilijk. Mag ik u vragen om een reactie? De meneer die nu zeg maar de houding van de denker aanneemt, dat geeft op zich. Ik zag u een beetje zo verzitten en ook een beetje zuchten. Ja, wie bent u? Dat klopt. Mijn naam is Peter de Winter en ik werk bij Kredietbank Nederland. En wij hebben niet gevraagd van hoe komt het nou? Ik hoor heel veel. U geeft aan van de hersenen erbij. Ik zit veel bij bijeenkomsten. Ik wil dingen begrijpen. En het enige waar ik steeds naartoe kom, is dat het heel veel tijd kost. En heel veel aansluiting. Dus ik denk, hier zitten allemaal welwillende mensen om de doelgroep te helpen. Alleen, alles is gebonden aan tijd en aan geld. En als ik kijk naar de intensieve trajecten die wij doen, komt het heel snel op technisch schuldregelen. Terwijl het veel groter van belang is
wat de ervaringsdeskundige net zei, dat je veel verder gaat kijken. Maar dan ga je kijken naar geld, dan ga je kijken naar tijd, dan ga je kijken naar rol. De rolverdeling in Leeuwarden is heel anders. Er zit een wijkteam, daar zit een gedeelte, daar zit een gedeelte. Dat maakt het wel complex. Ik heb, dat is mijn ervaring, ik heb 2 klanten volledig begeleid. En dat heeft me, denk ik, bij beide gevallen meer dan 2,5 jaar gekost. Ondanks dat het schuldregelen vrij snel ging. Maar om iemand weer op de been te krijgen. Dat was vrije tijd voor mij. Daar ben ik niet voor betaald. Dat schrijf ik op mijn cv als vrijwilligerswerk. Dat heb ik met heel veel liefde gedaan. Maar je kan het niet kwijt. Dus ik ben heel erg voorstander van die integrale aanpak. Maar ik weet dat het heel veel tijd kost. Ik zie mevrouw knikken die zo meteen bij ons in het panel aanwezig is. Nienke Anderinga, jij hebt in verschillende functies ook verschillende kijkjes en keukens gehad in dat veld. Dus ik neem aan dat wij zo meteen op dat onderwerp nog wel komen. Maar ik vind het zeer treffend gesproken en ik wil het ook even horen. Want ik durf te stellen dat iedereen dat wel zo ervaart. Van ja, waar vinden we de tijd om die aandacht te geven? Er komt mag ik daar nog een reactie op geven? Zeker. Want dat klopt natuurlijk. Hè. Het is een oerwoud van heel veel verschillende hulpverleners. 16 mensen in een gezin is echt geen uitzondering. Overleg is lastig, zeker als een gedeelte van de hulpverleners bij de kinderen betrokken is, een ander gedeelte bij de ouders. Want dan wordt er altijd geschermd met de AVG en dat is dan de reden dat er geen informatie uitgewisseld wordt. Het omgekeerde is ook waar. Het feit dat het niet gebeurt, maakt dat we ook een hele hoop kosten maken. Alleen die kosten die blijken vaak verborgen. Wij zien kinderen in het UMC Groningen die we verwezen krijgen omdat ze niet groeien. Die hebben al een traject bij de huisarts gehad, die hebben een traject in het MCL gehad en die komen dan bij ons. En pas als wij dan de tijd nemen, dan komt er boven tafel dat er geen geld is om eten te kopen. Die kinderen die zijn aan alle kanten geprikt, zijn scans gemaakt, weet ik veel wat allemaal. En het was allemaal overbodig geweest. Maar het is een ander potje en je ziet het niet. Die mevrouw heeft er nog een reactie op. Ja. Mijn naam is Famke de Brinke van Sterk uit Armoede. Ik wilde er graag nog iets aan toevoegen. Wij werken met, Michael is ervaringsdeskundige als professional. Wij werken met de gemeentes Groningen en Drenthe en willen dat erg graag ook in Friesland doen. Met ervaringsdeskundige generatie armoede sociale uitsluiting. Die in betaalde banen naast professionals werken. En wat wij zien, ze werken bij welzijn, bij gemeentes, bij UMCG onder andere. Juist door de mechanismes, en daar kunnen mijn collega's ervaringsdeskundigen alles over vertellen. Mechanismes, patronen, wantrouwen, nou alles wat er allemaal gebeurd is. Is de kloof enorm groot met de professionals. En horen wij vaak van, ja, we hebben een mooi verhaal en we zeggen wel ja en amen, maar we doen gewoon nee. En ervaringswerkers kunnen daar een rol in spelen om die vertaling te maken. En vertrouwen te krijgen. Dus ook dat element wilde ik graag inbrengen. Mooi. Het sluit ook enorm aan bij dat stuk. Nou, een leestip in ieder geval op volgens mij Divoza of Binnenlands Bestuur. We hebben geen idee. Die kloof is veel te groot. Zometeen hebben we Tineke in het panel. En Tineke, jij zei net in de voorbereiding tegen mij, dat was niet mijn wereld. Het zijn echt 2 verschillende werelden. En als iemand jouw taal niet spreekt, of maar ook het idee geeft dat je aanvoelt wat je beleeft, dan kom je er niet. Dus zometeen ook nog een verhaal daarop. Korte reactie nog en dan gaan we naar de laatste vraag. Dat is mooi hoor, al die deskundigheid. Maar er moet ook een aanjager zijn. En als ik het goed begrepen heb, wil de politiek het over 30 jaar uit de wereld hebben, die armoede. Ik vind 30 jaar sowieso krankzinnig, lang. Ja. Dus het moet wat mij betreft veel meer. Maar waar blijft die politiek? Hoe pakken zij die rol? Hoe pakken zij hun rol om kaders te creëren? De samenwerking. Friesland is erom bekend dat we goed samenwerken met elkaar. Maar ik zie dat niet. Er gebeurt een heleboel, maar dat is niet, denk ik, aan mij om te vertellen. Maar voor u zit de wethouder. Ja, ik ben toch een beetje aan het matchmaken. Nog een korte reactie daarop, want uw achterbuurman bevraagt u zo. Op die rol, ja, de microfoon. Ja. Nou ja. De politiek, maar eerst maar even, als je kijkt gewoon naar Nederland, hoe verschillende overheden zich tot elkaar verhouden. Hè? Ik bedoel, verwacht men van de gemeente dat we regie nemen op armoedebeleid, minimabeleid, maar ook de aanpak van schulden. Ik denk dat zou de gemeentes ook echt wel iets kunnen betekenen. Moet ik me vasthouden? Dus daar zouden we ook echt wel iets op kunnen betekenen, daar zouden we ook echt wel regie op nemen. Maar ja, nogmaals,
zullen ons dan ook op een juiste manier moeten verhouden tot de Rijksoverheid, hè, die nog steeds het primaat van de inkomenspolitiek heeft. En ja, als ik een hele hoop van dit soort discussies ook afpel, dan komt die armoede misschien ook wel voort uit het feit dat we het bestaansminimum gewoon te laag hebben vastgeklikt in Nederland. En ja, daar denk ik op een bepaalde manier over. Maar dat zijn nog niet de heersende opvattingen in Den Haag op dit moment. Dat Niebuhr zegt, geeft dat ook aan. Hè? De meest positieve modellen dan nog zijn eigenlijk al onder menselijk niveau. Daar red je al, als er iets onvoorziens gebeurt, dan kelder je al meteen. Ja, daar ben ik het mee eens. Maar zolang het is zoals het is, dan hebben wij in Leeuwarden kunnen wij in de marge op het gebied van schuldhulpverlening en zijn we in het armoedebeleid, doen we een beetje een symptoombestrijding. Ja, werken we denk ik nog niet goed genoeg met elkaar samen. Mooi, nou volgens mij ook is dat ook, zijn jullie het daar mee eens? En komt dus ook wel weer die, nou ja, toch die faciliterende rol, dat bij elkaar brengen. Want er zijn zoveel experts die veel kunnen. En ik denk ook als we Tineke straks gaan horen, het zal veel meer zoden aan de dijk zetten als Tineke ergens komt, dan dat er per se iemand van de politiek aan de deur komt. Maar ze moeten wel gefaciliteerd worden. Maar zo te horen komt dat goed. Nog één vraag, want er komen een heleboel binnen, maar vanwege de tijd. Dus even kijken. Is kinderarmoede, en die vraag heb ik mezelf ook wel gesteld in de voorbereiding, is kinderarmoede onvermijdelijk of maken we met een eerlijke verdeling de grootste stappen? Kunnen we dit de wereld uit helpen? Ja, absoluut. Wat mij betreft is dat geen vraag. Alleen met geld alleen ben je er niet. Het is die aandacht. En wat geldt voor armoede, geldt natuurlijk voor heel veel meer van dit soort dingen. Weet je, dit geldt ook voor de kindermishandeling. En geldt ook voor dit en geldt voor dat. Het moet alleen uit de verborgenheid. Er moet open over gepraat worden. Er moet geen gevoel voor schaamte zijn. En er moet gekeken worden waarom nemen mensen de beslissingen die ze nemen. En hoe kunnen we ze helpen om andere beslissingen te nemen. Ja, en hoe kunnen we het juiste doen. En misschien nog wel als een voorbeeld, dat is mij bijgebleven. Ik heb geen aandelen in de gemeente, maar ik weet wel van die inclusieve stad. Het voorbeeld van die moeder alleenstaand, die kon ergens een baan krijgen, had geen auto. Er werd gezorgd dat die auto voorgefinancierd werd en dus kon ze aan de slag. Het zijn ook wel die voorbeelden die ook wel in den landen gehoord worden door heel, en geroemd worden. Maar we willen het eigenlijk op al die fronten dat mensen gezien worden, denk ik, dat we dat zo kunnen afsluiten. Dank voor dit mooie verhaal. Dank ook voor alle tijd en aandacht die jullie steken in die kinderen. En volgens mij hebben we weer wat bagage om morgen nog met nog meer urgentie op pad te gaan. Mag ik een applaus voor Michel. Dank je wel. We gaan naar Tineke. Tineke, hoe jong ben je als ik vragen mag? Ik word 59. 59 ja. En op jouw 45ste heb je leren lezen en schrijven. Ja, 45, 46, ja. Ja. Wat is daarvoor gebeurd in kort bestek in jouw jeugd dat niet gebeurde? Oftewel, hoe zag jouw jeugd eruit? Alleen. En ik kom uit een groot gezin van 9. Ik kom uit een schippersfamilie. Mijn moeder is schipper en zij kan ook niet lezen en schrijven. Mijn vader en mijn zusjes en broertjes allemaal wel. Ik en mijn moeder waren de enigste. Ja, en ik werd altijd geplaagd op school. En hagen trekken, alles. Dus ik had een beetje met die mensen een beetje weg ermee. Jij zag de medemens niet als een... Nee, ik hield niet van mensen. Ik moest de mensen niet. Ze moesten uit mijn buurt wegblijven. Doen ze dat niet, en dan kregen ze een krap. Of ik sloeg met een bezem. Ze mochten niet voor, ze mochten niet aan de zijkant, ze mochten niks. Ze moesten wegblijven. Je was op je hoede? Ja. Ja. Ik ben heel opgeleid, ja. Ja. En in dat gezin ben je groot geworden. Je bent bij de wasseretten gaan werken. Ik werkte bij Inesio, bij Hoketex, 33 jaar. En ik heb daar 33 jaar vastzitten. Ik heb niks van de wereld zien, want ik kan de wereld niet. Nee. Dus het was voor mij gewoon een gedien, dicht en klaar. Het was voor mij het werk, eten, drinken en volgende dag. Alle routine hetzelfde. Maar die fabriek die hield op. Dat Fanny zit naast de intertuin. Het was oud, mocht niet meer. En jouw zus die schreef de sollicitatiebrief. Je hebt nooit gesolliciteerd. Jij deed het laatste stukje even met bekje. Ja. Zeg maar. Ja, klopt. Ja. Zij met solliciteren. Ik heb de laatste keer, dat is een half jaar geleden,
Zij het solliciteert en ik maak dat laatste stukje af. Kijk. Maar nu hebben we weer een probleem. We worden overgenomen. Zij moet nu weer van mij solliciteren. Dus die papieren heb ik verleden week weer gekregen. Dus die zijn weer ingevuld. Ja. Maar dat blijft dat nog spannend? Ja, ik ben een beetje radeloos van. Ja. Maar ze snappen het niet. Nee. En als we dan kijken naar die ontwikkeling, we gaan in rap tempo van dat gezin en in armoede naar hoe het verder is gegaan. Nog wel eventjes terug naar hoe dingen je bijblijven. Je vertelde mij iets over een winterjas. Kun je dat? Ja, en heel veel dingen. We waren nog meisjes en ik kan ook niet zeggen waar ik woon natuurlijk. Hè. We woonden aan een single. Ja, allemaal in Lichaam. Ja. We woonden aan een single. Ja. En mijn vader was al 3-4 maanden alleen maar dag en nacht aan het werk. Ja, want die 9 monsters die met wat voerd werden. En toen zei mijn vader, zei mijn moeder een paar van, de kinderen zijn geen winterjassen meer. Hè, ik, Akie en Grietje dan, geven. Toen zei mijn vader, het komt goed. Hij is 3 maanden van huis geweest. Voor die winterjassen? Voor de winterjassen en voor de handschoenen en voor een sjaal. Het zei dat ding. Mijn vader 3 maanden weg geweest. En, zo, en we waren blij natuurlijk. Hè? We kregen iets nieuws, iets nieuws. We gingen niet naar school. Of we gingen niet naar... Oh, jou hebt mijn jas aan. Jou hebt mijn schoenen aan. Zeg maar. Je schaamde je, want je had... Ja. Je wilde die jurk niet meer aan. Want iemand uit de klas die zei, die was van mij geweest. Ja, en dat is bij de dokter Marije ook. Dat was vroeger... Was dat... hoe noem je dat ook alweer? Wat die kleding wat ik zei... ik weet niet hoe dat maar heet. Maar je moeder kwam daar 1 keer in de maand heen. Want mijn middelste broer die werkte daar. En die baas had gezegd, de vodden. Ga maar naar de vodden, mama. Dan maak je 2 keer in de maand kleding halen. Ja. Maar ons Tineke bleef wel thuis, want ik ging niet naar school. Dus ik bleef thuis en ik deed de deuren op slot. Maar ik zei tegen mama, hoe laat kom je dan weer terug? Dan moest ze mij 3 klokken vertellen. Wanneer zij weer terugkwam, dat kwam precies uit. En dan ging ze, klein wiefke, tassen over het stuur. En zo'n tasje achter. En dan ging ze fietsen heen. En ik denk, ja. Dat onthoud je altijd? Ja, dat vergeet je nooit weer. Nee. En als je het zo hoort, hangt er bijna... Ja, er hangt ook iets moois aan. En je houdt van je moeder, veel van haar geleerd. We kunnen niet alles meer vertellen wat in het voorgesprek voorbij kwam. Trucjes, hè? Ja, trucjes. Dingen verborgen houden. Ja. Maar als je... En je vertelde mij met tranen in je ogen... ik heb zoveel meegemaakt. Ik wil dat de volgende generatie dit niet meer meemaakt. Nee. Want daar was ook niet gelukkig van. Nee. Daar was totaal niet gelukkig van. Want ik was toen al niet meer gelukkig. Nee. Er is een jongen geweest en die heeft het omslagpunt betekend. Want ja, fabriek of het werk hield op. Dan moet je naar die buitenwereld. Ja. En toen? Nou ja, ik moest naar de WW. Ik moest die papieren doen. Ik denk, het zal allemaal wel. Maar computer kan ik niet. En toen kwam ik daar en toen kwam ik een meneer tegen, Jelmer. En we zitten dan zo en echt een leeuw waar ik denk, poepoe. En ik hield elke keer dezelfde persoon. Ik denk, zo, dan ben we er. Ja, toen op een gegeven moment zei hij, Tineke, dan ben je hier al een jaar. Ik zei, ja. Maar hij zei, kan je solliciteren? Ik zei, nee, ik streep het alleen. Ik denk, dat is genoeg. Zat, zei ik. Ja, maar hij zei, dat is niet genoeg, zei hij. Maar het moet wel een naam op, want hij zei, ik moet het ook weer verantwoorden, zei hij. Nou, ik zei, dat ken ik niet hoor, zei ik. En toen zei hij tegen mij, Tineke, zou je naar school willen? Ik denk, oh, sidori. Ik dacht, nou, ik heb mijn jas al wegwezen, dacht ik. Maar ik zei, nou, hij zei, ik ben je over 2-3 dagen terug. Ja, ik zei, is prima, zei ik. En ik op een fiets te mopperen. Ik, denk, ik ga niet. Ik ga niet. En ik kom thuis. En toen zei mijn man van, nou, en? Nou, ik zei, ze vragen dan school. Ja, mee doen. Ik denk, tuurlijk. Zei je, wat ik, hij belde me wel terug. En toen zei hij tegen mij van, Tineke. Ik zei, ja, en? Nou, ik zei, we gaan het me doen. Zei ik. Hij heeft je eigenlijk uitgenodigd in de wereld. Maar het mooiste was dan, want ik ging naar school. Maar het is een hele grote school, hè, de Friesland College. Ik denk, wauw, ik kon geen school meer zien. Nee. Ik werd wel heel netjes opgewacht. En het was een oude leraar van mij nog. Een hele oude, buitenschool nog. En ik hoor alles. Ik onthoud goed. Ik kan stemmen onthouden. Ik kan films onthouden. Ik kan alles onthouden. Dus, en ik kwam daar. Ik denk, die stem, die ken ik. Hij zei tegen mij, Jantina. Ik zei, ja. Oh, ik zei, Riemer, ja.
Hij zei, en hij moest mij alles, omdat ik naar de huisartsschool moest, maar ik kon niet. Ik moest alles opnieuw. Ja. Want je vertelde mij ook, en dat ik vraag er ook naar om aan te geven dat die twee werelden zo verschillend zijn. Jij zei ook, ik kwam in een wat doen die mensen allemaal? Wat praten ze allemaal? Ja. Wat schrijven ze allemaal? Het is echt een hele Ik kwam buiten. Ik kreeg ontslag en ik kwam buiten. Ik denk, wat de mensen. Ik denk, waar komen ze allemaal weg? Ik denk, naar binnen. Dus toen ben ik naar binnen gegaan. Ja. Maar op een gegeven moment moest ik ook naar de winkel. En ik ga naar de winkel en was het heutineke. Oh, ik denk, oh shit, ben je vrij? Ik denk, ben wezen hier. Ja. Dus weer we terug. Ik denk, dit is... Omdat je dit... zo de neiging hebt om je... Ja, ik heb alleen maar 33 jaar fabriek zien en de buitenwereld heb ik niet zien. De hele maatschappij die kon ik niet. Het kabinet nu... kon ik niet, niks. Helemaal niks. En helemaal nu heb niks. Je heel veel stappen gemaakt, want we kunnen hier 3 uur over vullen volgens mij hoe dat gegaan is. Heel veel stappen gemaakt. Je bent nu... taalambassadeur. Als het gaat, dan gaan we even heel diep op dat onderwerp, die kinderarmoede. Wat moeten wij doen, Tineke? Wat kunnen wij veel beter met elkaar doen? Praten. Zoek ze op. Want als ik ze vinden ken, kan jullie ze ook vinden. Maar jij praat ik, anders. Ik heb er al 17, ja. 18. Ja. Maar als je de goede keus maakt, als de mensen maar dezelfde taal spreken, doen ze dat niet, haken ze af. Haken ze af. Dat zou ik ook doen. Wat jullie hier vanmiddag nu verteld hebben, dat onthoud ik niet. Ik draai met mijn hoofd en ik denk, oh, het zal wel. En dan hoor bepaalde klanken en dat horen hun ook. Ze binden wel. En hoe gaan we ze dan beter bereiken? We hoorden ook, het duurt 5 jaar voordat ze komen met hun schulden, met hun armoedeproblemen. Hoe gaan we ze eerder treffen? Want we hoorden ook wel dat het lastig is om met elkaar... dat te doen. Wat is jouw advies? Ja, hoe ik dat doe? Ja, ik praat heel veel. En ik praat met die mensen zelf. Op hun eigen niveau en op mijn niveau. Ja, wat is de eerste vraag die je stelt? Niet over hun schulden. Nee. Ik zeg, weet je wat ze mij is? Vragen, want ik vraag niet eens. Weet je wat ze is? Vragen? Rook je? Ik zeg, ja. Kom. Dan moet ik naar buiten. Dan moet ik naar buiten, maar dan moet ik met hun naar buiten. Ja. En dan gaan ze me alles vertellen. En dan zeg ik, oh, maar ik zeg, dat kan ook anders. Hoe dan? Ik zeg, ga naar het lokaal. Alles is gratis. Wees erop te bezig. Ik zei tegen Karen, ik zei, let op. Ik zei, stukken 10. 20 en je bent. Mooi. Ja. Zometeen ga ik je nog meer vragen stellen. Maar we hebben nog 3 mensen in dat panel. En naast jou zit Nienke druk te knikken. Nienke, in kort bestek, wat doe jij voor werk zoal... En wat moeten wij met die verborgen armoede? Nou, wat ik doe voor werk? Nou, ik heb vooral, ik kijk ook nog even terug. Ik ben vrij in het begin betrokken geraakt bij de ontstaan van de wijkteams. En wat ik steeds zit te denken is, we kijken van, goh, wat er allemaal beter moet. En u zei net ook van, waarom gaan die organisaties niet met elkaar samenwerken? Ik denk ook steeds, er is ook al heel veel veranderd. Want voor 2015, toen de transitie kwam, dus dat bepaalde geldstromen van de WMO, jeugdzorg en AWBZ naar de gemeentes zijn gekomen. Daarvoor had je bijvoorbeeld, en ja, het is wel echt zo, dat bij de jeugdzorg, wanneer daar ouders kwamen die schulden hadden, dan zou die jeugdzorgmedewerker dat niet oppakken. Die zou zeggen, joh, maar dat is niet mijn pakje aan. Daarvoor moet je echt nu naar HWL, was het toen nog, op de EWAL, want die regelen jouw schulden. Dus het was heel erg wanneer, nou ja... mensen dus meerdere problemen hadden met die armoede te maken, dan moesten ze overal naartoe. Tegenwoordig is dat al heel erg veranderd. Je ziet dat daar al, dat de jeugdhulpmedewerker ook die schulden oppakt, dat bij de GGZ ook wordt gekeken van, goh, we moeten daar wat mee doen. Dus dat is al een hele stap vooruit. Maar we hebben het nu over die groep die we nog niet... Precies. Hebben, ja. Ja, en dat is volgens de cijfers 70% van de mensen die in armoede, die we niet kunnen vinden met z'n allen. Dus dat is nog heel veel, dat is heel veel te doen. Jij zei zo net, het zit in taal. Hè? En jij zei dat ook een klein beetje, maar wat jij ook zegt is dat sigaretje. Het zit zo ook in het contact maken met mensen en op die manier bij elkaar komen. En dat zei Michael zo net ook, het gaat erom, we zijn zo snel geneigd. Ik zeg steeds we, want ik spreek vanuit een beetje de hulpverlenerskant, zeg maar. Ik, ja. ik, uh,
En we kunnen organisatorisch daar nog heel veel in doen. Maar we zijn zo snel geneigd om met dat vingertje te wijzen en normerend te zijn. Dat is met armoede zo, maar dat is op heel veel, met heel veel dingen is dat zo. Terwijl ik denk, als we wat liever voor elkaar zijn en wat meer begrip hebben en niet dat normerende, dan kom je in contact en dan mag het er zijn. En wat Peter net ook zei, hè, van de kredietbank, hij zei, het kost tijd. En die tijd hebben we ook echt nodig. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de manier, er gebeuren dingen goed, maar de manier waarop we eigenlijk dingen insteken is dan soms ook zinloze energie. Want als je ze dan nog mensen nog bestookt met een brief of met een vingerwijs, dan kun je beter 10 mensen goed helpen dan 100 mensen niet. Ja, maar het stemt mij wel, wel positief. Want je ziet nu allemaal dingetjes veranderen. Je ziet dat er meer wordt gekeken ook naar de overheid. Ik vind het ook mooi dat de wethouder zegt van, joh, hè, wij moeten ook hand in eigen boezem steken. Want daar gaat ook alles nog niet goed. Hè, maar bijvoorbeeld met die kinderopvangtoeslag, nou, die voorbeelden, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat zijn ouders met kinderen. Die hebben een brief op de mat gekregen van, je moet 20.000 euro terugbetalen en betalen. Nou, wat daar is gebeurd, dat kent ze weer gaan niet. Als we echt gaan naar werken, je kijkt naar je collega's, je freelance collega's, ja. Spreek je die ook wel eens aan? En wat heb je daar een zeker voorbeeld van? Ja, en ik kijk ook met een scheef oog even naar Michael. Want ik ken Michael, dat interview uit de krant hadden wij samen gedaan. Maar wij hebben onlangs een wijkteam samen getraind. Dus aan de ene kant met de ervaring van Michael. En aan de andere kant met de theorie die daarbij zit, zeg maar. En, want ik denk, nou, dat vind ik wel lastig, maar... waar het volgens mij heel erg over gaat, is dat hulpverleners, de organisatorische kant, zeg maar, dat die ook echt geloven dat iemand die stap vooruit kan maken. En als je daarin gelooft en je kunt dat vonkje vinden en daar sluit je bij aan. En het mag ook even duren, dus dat de politiek dat ook toelaat, dat de kosten voor de baat gaan, et cetera, dat je het op die manier mag inrichten. Volgens mij kun je dan hele stappen zetten. We gaan naar Janne, kom zo meteen bij je, Michael. Even over die cijfers en wat we ook al weten uit onderzoek over armoede en verborgen armoede. Wat heb jij allemaal daarover kunnen vinden en concluderen? Nou, ik weet er niet alles van, maar er is al zo ongelooflijk veel zinnigs gezegd vanmiddag. Ik kan het eigenlijk alleen maar heel veel bevestigen. In mijn taal dan respondenten in onderzoek terugkoppelen, is dat doorbreken, dat kan bijvoorbeeld door een goed rolmodel. Maar ook dat je een... Zoals Tineke. Ja, en het verhaal van Michael. Ja. Je bent een rolmodel voor je medegezinsleden geweest. En dat doorbreekt het. Dat is heel herkenbaar. Dat komt ook uit ander onderzoek naar voren. Maar ook dat je een persoon. Dat betekent ook dat we hebt. Zulke rolmodellen meer naar het onderwijs moeten halen, naar de buurtkamers en alles wat er maar in het systeem is? Dan ga je alweer in de aanstand staan. En het tweede punt is wat ook naar voren komt en wat ook vaak genoemd is vandaag, is goed luisteren naar de mensen zelf. Dus de oplossingen niet voor hen bedenken, maar met hen bedenken. Ik hoorde iemand die zei, ja, dan werd er een plan voor mij bedacht, maar het was niet mijn plan. Ja, nou, bijvoorbeeld. En dat kan soms betekenen dat je als hulpverlener of als ondersteuner misschien denkt, dit zou echt perfect zijn, maar dat het toch een andere keuze wordt. En dan moet je de durf hebben, denk ik, om die andere keuze te maken. Heb je een voorbeeld daarvan? Want ik kan me ook voorstellen dat je niet altijd hele gezonde keuzes maakt. Ja, als we vanuit de theorie redeneren, dan weten we soms hele mooie programma's. En dan voldoet het aan alle kenmerken en zeg je, nou, dat programma zou geweldig zijn, als het er dan ook is. Maar de omstandigheden kunnen soms net even anders zijn. Dat kunnen soms ook hele praktische omstandigheden zijn. Dus dan is een programma of een ondersteuning waar je naartoe moet misschien niet de goede. Dan moet je gezamenlijk een keuze maken. En doordat je dat proces ook gezamenlijk inricht, krijgt de ander daar ook vanzelf ook al bijna weer meer energie van. Daar ga je rechterop. Een slagje concreter nog. Want we hebben bijvoorbeeld, ik zeg maar even plat, wat bemoeienis op een gezin. Ja. En dan? Nou, ik weet niet of het een...
Een recent voorbeeld wat ik voorbij zag komen in de media, ook naar aanleiding van corona. Een gezin, dat werd genoemd door Peter Dijkshoorn van Akade. Een gezin die in beeld gekomen waren omdat de kinderen te laat op school kwamen. Leerplicht ging er bovenop. Het werd een ingewikkelde casus. Een heel traject gelopen bij Akade en toen brak corona uit. De kinderen konden niet meer naar school. Er daalde een soort rust in dat gezin. En de behandelaren van Akade zeiden eigenlijk van, nou, is dat dan eigenlijk nog wel zo nodig dat we met je in gesprek zijn? En als onderzoeker, als ik zo'n verhaal hoor, dan denk ik, ja, maar waar zijn nou die stappen geweest? Waarom is nou dat hele circus opgetuigd? Als er mogelijkerwijs relatief eenvoudige oplossingen zijn, Nienke, die al veel zitten, meer aansluiten. Zit de druk te knikken, korte reactie? Nou, het is heel vaak de financieringstroom die daarin bepaald is. Want jij zegt al even over dat plan. Hè? Maar ik wil niet zeggen dat het in dit geval is, hoor, maar ik herken dat wel een beetje. Dat je hebt heel vaak, als je dus als hulpverlener kom je in een gezin, je ziet van alles. Maar je moet dan, om die financiering te krijgen, een plan van aanpak indienen. Dat is nu vooral nog in de tweede lijn zo geregeld. Maar dus dan moet je binnen zo'n tijd zo'n plan van aanpak hebben geschreven. Al vrij snel, dat zie ik nu nog steeds wel gebeuren. Dat hulpverleners dan denken, nou, ik vul dat wel vast in. Want dan hebben we dat maar geregeld, zijn de financiën geregeld. En dan kunnen wij dan in gesprek met elkaar. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Je moet natuurlijk gewoon in alle rust met het gezin kunnen gaan zitten. Van, goh, maar wat willen jullie? Ja, en ik hoor dat wel uit andere gemeenten dat je wel dan een aantal zaken op freeze kunt zetten, dat je wel wat tools kunt inzetten om in ieder geval wel in alle rust dat gesprek te hebben. Nou, daar is dus al heel veel in veranderd, omdat die financieringstromen bij de gemeentes zijn. Het is nog steeds niet helemaal zo, maar dat gaat dus allemaal wel de goede kant op. Maar heel vaak, en dat weten heel veel mensen niet, zit daar dus die financieringstroom achter. Dus dat kun je organiseren. Janneke, vanuit jouw functie nog andere inzichten die je met ons zou willen delen? Nou, ik denk dat dit ook wel raakt aan waar je de oplossing misschien ook met elkaar kunt zoeken. Het is geen enkelvoudig probleem, dus er is ook geen enkelvoudige oplossing voor. Dus het is de kunst om, denk ik ook, als je wilt dat het beter gaat, ook gewoon vaak dingen uit te proberen en daar ook de ruimte voor te geven en dus ook financiering. Alleen dan leer je van, hey, dit heeft gewerkt. En het is geen garantie dat het in alle andere situaties ook werkt. Maar met vallen en opstaan leer je er dan wel steeds meer van. En dat zou ik eigenlijk, als ik een bondje mag sluiten met de wethouder mee willen geven. Geef de ruimte aan de mensen zelf om dat uit te proberen. En om om op die manier vooruit te komen met elkaar. En dat het een veel organischer bewegen is. In plaats van dat je ook, want de waarom-vraag van de meneer op de derde rij werd beantwoord met van, ja, we spreken soms de taal niet van de mensen die het betreft, maar onderling spreek je elkaar taal ook niet. Nee. Dus investeer daarin en zorg dat daar tijd voor komt en dus ook geld. Er werd net gevraagd naar wat vraagt dat van de politiek. Hè? Dat is ook wat breder dan de rol van een wethouder. In het artikel van Divosa stond ook, het gaat veel over wantrouwen, vertrouwen. Ja. Moet je dan ook als raad daar een andere positie in nemen? Wat is de bevinding? Ja, ik denk dat je veel meer mag varen op de ervaringsdeskundigheid van de mensen die het hebben doorgemaakt en die weten waar het om gaat. En dat je dus inderdaad het vertrouwen moet hebben dat je daar dus dat je daar van kan leren, ook voor nieuwe situaties. Maar dus dat we niet gaan controleren op zijn de vinkjes wel juist gezet, maar hebben mensen het idee dat ze echt gehoord worden en geholpen? Nou, als het probleem gaat, dan zou ik gewoon ook stoppen met die vinkjes. Maar heb je nog tijd over? Nou ja, dan check je inderdaad later of het klopt. Ja, we gaan uit van vertrouwen. Michael, jij hoort hier drie vrouwen veel dingen zeggen. Mannen die zijn altijd fantastisch in het wat samenvattend vermogen. Tenminste, bij ons thuis zijn die rollen wel wat verdeeld. Misschien heb ik wat te veel oestrogeen, maar dat gaan we nu merken. Ik heb ten eerste genoten van jouw verhaal, Tineke, dankjewel. Ik vind het altijd mooi wanneer mensen gewoon in stevig dialect praten. Geniet ik van. Zeker als Hollander vind ik dat erg leuk. Maar wat ik terughoor, eerst even reactie geven op jou, Janneke. Dat deed bij mij een lichtje branden. Ook nog wel een advies wat ik mee wil geven. Dus het is niet zozeer een samenvatting. Kijk, maatwerk is een woord wat de afgelopen jaren heel veel de revue gepasseerd is.
soms zo vaak dat mensen de term beu zijn. Maar ik wil er desondanks toch weer een punt van maken. Want mensen zijn namelijk allemaal unieke en individuele wezens. Zeg, en ieder mens met een ervaringsverhaal, jouw verhaal, jouw achtergrond is heel anders dan mijn achtergrond. Maar toch heb je er ook een hele hoop problemen van ondervonden. Dus het is heel erg belangrijk om stil te staan bij de context van de persoon in kwestie. Om uit te vinden wat de juiste aanpak is voor de persoon in kwestie. En de vraag van jou, waarom doe je wat je doet? Waarom doe je al jarenlang... Precies, dat is de vraag waar je mee begint. Hè? Niet gelijk bij binnenkomst, want dan sla je de plank mis. Het peukje roken of wat dan ook maar. Pak je koffie maar ook, oh ja. Ik ben krekmoeder één, toch? Dan komt de rest ook achteraan. Nee, maar wat Nienke zei, volgens mij gaat het samenvatten me beter af dan ik. Contact maken is gewoon het allerbelangrijkste. Yes. Ervoor zorgen dat de ander jou... als gelijkwaardig ziet. Ja. En daarmee creëer je de veiligheid voor de ander om te delen... wat er zich allemaal afspeelt in zijn of haar hoofd. Of in de hoofden, wanneer je met meerdere mensen te maken hebt. En moeten we ook wat eerlijker zijn? En dan wijs ik ook even naar iedereen. Ja. Ik heb me op een feestje eens een keer onsterfelijk gemaakt... en ook zeer impopulair. Ik woonde anti-kraak, werkte in Hilversum. Overal en nergens had ik post... Ik had mijn administratie totaal niet voor elkaar, ook omdat ik thuis ook in armoede ben opgegroeid en het niet heb geleerd. En toen vroeg ik op een feestje, biertje te veel, hebben jullie ook zo'n doos met ongeopende enveloppen? En iedereen kreeg een rood hoofd, of tenminste de helft van de mensen daar. Maar we hebben het er eigenlijk nooit over. Nee, terwijl je wel mensen hun gedrag ziet veranderen wanneer ze in die situatie terechtkomen... ik heb bijvoorbeeld jarenlang geen verjaardagscadeautje kunnen kopen, dus dan ging ik maar niet naar de verjaardag. Nou, dat zijn ook tekenen waaraan je verborgen armoede kunt herkennen. Maar het open zijn, dat is het allerbelangrijkste. Ja. En ik sta hier niet op dit podium omdat ik zo geniet van de aandacht. die hechtingsproblematiek heeft bij mij uiteindelijk, en dat vond ik een heel mooi herkenbaar stuk in het verhaal van de kinderarts, geleid tot een gegeneraliseerde angststoornis. Dus bij mij zijn alle drie de onderdelen van het brein zijn een beetje in de war. Dus ik vind het niet genieten hier op het podium. Maar ik doe dit omdat dit soort zaken in de openheid moeten komen. Het moet normaal zijn om over dit soort problemen te praten. En dan heb ik het niet alleen over financiële ellende, dan heb ik het ook over psychische gesteldheid. Alles wat maar met het menselijk leven te maken heeft, moet genormaliseerd worden. Zodat je er niet meer... zodat de schaamte en het stigma er niet meer bij komt kijken, waardoor mensen hun mond blijven houden. Want ik ben ervan overtuigd dat als ik eerder in mijn leven de ruimte had gevonden om te praten over mijn jeugd, want zo rond mijn 23e begon ik echt wel te beseffen dat het anders was dan dat het bij de meeste mensen is geweest. Maar ik was bang voor de veroordeling. En voor opmerkingen als, en je kinderfiets had zeker ook de verkeerde kleur. Hè? Laten we er even een platitude in gooien. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer ik op jongere leeftijd de ruimte had gevoeld om open en eerlijk te praten over wat er allemaal met mij was gebeurd, dat het niet zo ver had hoeven komen als het heeft gekomen. En dat is de reden waarom ik dit soort verhalen vertel, open en bloot, ten overstaan van de hele wereld. Zet me op de nationale televisie en ik doe het ook, met al mijn stress en noem het allemaal maar op. Maar ik wil het openbreken. Ja. Het moet normaal worden om over problemen te praten in onze maatschappij. Mooi, en ik denk ook dat dat absoluut een applaus verdient. Zal ik een mooi voorbeeld voorbij komen, volgens mij van Stichting Leergeld, die ook bezig gaat met een musical of een stuk met Dolf Verhoen op een school waarbij het gaat over armoede. Als wij toch wat dingetjes gaan invullen of mogen invullen voor voorzichtig die agenda, Janneke, wat zou jouw ingebrachte punt zijn? Waarborg dat je de mensen zelf spreekt en dat je uitgaat van de gedachte dat er geen universele oplossing is, maar dat je echt moet kijken naar maatwerk op dat hele kleine niveau van een gezinssituatie, misschien ook wat meer de wijk, maar investeer daarin. Ja, en denk lange termijn. Boutsma zegt, politiek en daarmee beleid is inherent aan korte termijn. Ja, maar ik zit niet op die stoel, dus ik durf het dan wel te zeggen. Dan denk ik van, ik zou het gewoon recalcitrant gewoon wel doen. Ik zou gewoon lange termijn dingen plannen.
En ook misschien soms, ook als politicus, de durf hebben om misschien te denken van, nou weet je, ik zou het misschien anders gedaan hebben, maar laat ik toch maar verder gaan op het pad van mijn voorganger, omdat ik weet dat de lange termijn waardevoller is dan nu weer mijn eigen piketpaal slaan. Rust. Ja, ja. In alle opzichten. Tineke, stel je voor, je zit, nou laten we zeggen, op het stadhuis. En even een kopje koffie, beukje, weet ik niet, of de wethouder en burgemeester of die hier ook. En je zit hier met alle mensen bij elkaar. Wat zou jouw punt zijn? Wat moeten ze van jou onthouden? Laat de gedienen open en zie elkaar aan. En leer elkaar voelen wat ze willen en wat ze niet willen. Want de gedien kan ook zomaar weer sluiten. En dan gaat Tineke achter de gedien en dan zien we haar niet weer. Ja. Ja. Ja, ik vind dat wat jij zei, hier was ineens de wereld. Dat je echt twee werelden hebt in onze maatschappij. Dat moeten we, die gordijnen moeten open. Mooi. Ja. Mooi. Ja. Nienke, wat gaan we van jou noteren in de agenda? Ja, ik heb twee. Ik kan niet laten. Mag. Ja. Bijna politicus. Eén is ervaringsdeskundige. Daar hebben we het de hele tijd over. Famke die zei dat het ook al van... ik denk dat ervaringsdeskundigen ook echt op de loonlijst moeten. Nu is het nog heel vaak zo dat ervaringsdeskundigen erbij worden gevraagd. En dat mag niks kosten. Alsof dat geen baan is. Dus dat is mijn eerste. En ik wil toch ook nog wel een beetje de aandacht vragen voor al die mooie dingen die er spelen. Want ik zat zo net ook, dacht ik aan, nou ja, Paula zit in de zaal. Hè, die is ook al sinds jaar en dag bij Stichting Leergeld, het kindpakket dat ze zich gaat maken voor de initiatieven. Maar waar ik ook nog aan dacht, is bijvoorbeeld die zomerschool en de weekendschool, Balier van Koos Pot. Dan denk ik, ja, dat zijn zulke mooie initiatieven. En dat die kinderen dan op plekken gaan kijken. Die andere kinderen misschien via hun ouders of familie krijgen. Dat organiseren ze dan. Ja, dat je eens een keer een advocaat ontmoet. Of met een baan waarvan je niet wist dat die bestond. Ja, die dingen. Dat vooral ook voortzetten. Ja. Ja. Mijn moeder moest huilen toen ik als kind zei dat ik journalist wilde worden. Want ja, daar kon je geen geld mee verdienen. Ik kon beter gaan schoonmaken. Ja, ja. Dus ik ben toch blij dat ik wel een journalist ben tegengekomen. Meneer Collie uit Bolsward. Nou, zulke mensen kunnen het verschil maken. Nou, zeker weten. Ja, ja, ja. Michael, we hebben al wat dingen van jou gehoord. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Als het moet kun ik hier uren gaan zitten praten. Het punt wat ik net maakte, dat vind ik heel belangrijk. Wil ik daar nog iets aan toevoegen? Nou ja, ik wil me wel aansluiten bij de mening van Nienke. Ik ben in de gelukkige positie dat ik betaald aan het werk ben als ervaringsdeskundige. Ondertussen ook op een hoger niveau dan op het cliëntniveau, meer op een overstijgende niveau. Dus ik begin me ook wat aan te schurken tegen het beleid binnen mijn instelling gericht op Friesland. En ik zou wel een punt willen maken voor ook ervaringsdeskundigheid serieus nemen op dat niveau. Ja. Ik ben ook bezig met het bedenken van mijn eigen onderzoeksvragen in verband met het schrijven van artikelen. En een vraag die mij al heel lang door het hoofd spookt, echt al jaren, is waarom de functie van stamoudste, laten we het zo even noemen, die in bepaalde culturen nog steeds de meest aanzienlijke persoon is die er bestaat, hier in het Westen helemaal is verdwenen ten opzichte van de invloed van de wetenschap. Praktische ervaring opgedaan. Stelt in principe, en dan stel ik het even heel zwart-wit, misschien wat chargerend, heeft helemaal geen waarde meer ten opzichte van alle kennis die vanuit de wetenschap naar voren wordt gebracht. De wetenschap is leidend, lijfelijk opgedane ervaring, leuk, maar doet er niet toe. Mooi. En ik denk dat die veel beter kunnen samenwerken en dat daardoor op heel veel vlakken heel veel dingen kunnen verbeteren. Mooi. Hartstikke mooi om te horen en... Applaus, ja, dat mag absoluut. Ik bedoel, we zijn in theater. We hebben ook nog een laatste vraag voor jullie neergezet. En dat is niet een simpele laatste vraag. Welke ideeën heeft u om met elkaar verborgen kinderarmoede te voorkomen? Ook weer via dat Slido, slido.com, hashtag verborgen armoede. Hans die zegt, ervaringsdeskundigheid haakt daarop aan, is van groot belang. Zoals ook vrijwilligers dat zijn, dat verdient ondersteuning, ook financieel. Want ik heb ook wel begrepen, ik weet niet of dat nou met jou Tineke was of dat iemand anders dat zei. Maar als mensen een vrijwilligersvergoeding krijgen, €70, kan net het verschil maken in hoe je rust ervaart in zo'n maand.
Was jij dat die dat vertelde of niet? Ja. Jantje, het aanstellen van een zogenoemde armoedeambassadeur die overzicht heeft over alle voorzieningen en instanties en een soort van gulle gieren, naar Amsterdams voorbeeld. Volgens mij is daar die voormalige wethouder mee aan de slag vanuit die FOSA ook, zodat mensen financieel lucht krijgen. Inderdaad, gulle gieren is absoluut een tip om even op te zoeken. En Hans zegt ook, agenda, investeer voor de lange termijn in de buurt- en dorpskamers waarin burgers het vertrouwen krijgen om te doen wat Tineke zegt. Bottom-up, van onderop, met elkaar aan de slag. En Shanna zegt nog, een online platform waar mensen anoniem hun eerste hulpvraag kunnen stellen. Dank ook voor die aanvulling. We laten die vragen even openstaan. Alle input die daar gegeven wordt, nemen we dus mee. Zowel naar Den Haag, maar ook hier lokaal, om er met elkaar mee aan de slag te kunnen. Iemand vroeg nog het mailadres, kinderarmoede@leeuwarden.nl. Als je naar huis fietst en denkt, oh verrek, eigenlijk zouden we dat met elkaar moeten doen. Dus bemoei je daar vrijelijk tegenaan. We kunnen uren doorkletsen, maar die tijd hebben we niet. Ik wil jullie in viervoud hartelijk danken voor jullie inzichten en goede verhalen. Dankjewel. 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 Dan gaan we nu naar de man met de muts. En ik weet nu waar die muts voor is. Als hij een hele drukke, zweterige, rokerige café zit te spelen, dan gutst dat zweet zo van je hoofd, dan kun je dat niet afvegen. Vandaar dat Bart Kiers dit schitterende fashion statement draagt. En hij heeft zich helemaal in het zweet geschreven de afgelopen anderhalf uur, om met elkaar te gaan horen wat er allemaal is gebeurd. Voordat jij begint, wilt u partner worden van de Alliantie Kinderarmoede? Bij de ingang staan we met informatie. Als je zegt, daar zet ik mijn handtekening bij, ik hoor bij die beweging, dan kan dat absoluut. En ik wil nog heel kort horen van Alex, die zit hiervoor volgens mij. Ja, nee, ik weet wel hoe ik uitsmijters moet bewaren. Hij maakt het een beetje spannend voor je, Alex. De microfoon komt naar je toe, maar misschien kun je wel even staan, zodat iedereen je kan zien. Want wij zeiden ook, ja, we kunnen over van alles praten, Alex. Maar als ervaringsdeskundige wilden we wel een soort finale gedachte van iemand die er dagelijks mee te maken heeft of heeft gehad. Alex, wat is jou in het kort opgevallen? En dan gaan we naar Bart. Nou, ik kwam hier met het idee van, ik ga jullie wel eens even vertellen hoe ik erover denk. Ik ben af 2016 al ervaringsdeskundige en ervaringswerker, noemen we het tegenwoordig. En overal waar ik kom moest ik vertellen wat ervaringskundigen wat we niet kunnen betekenen. En vandaag word ik erg vrolijk van wat hier allemaal verteld is. Ik hoor Michael vertellen over een ervaringskundige die samen moet werken als betaalde functie. Daar word ik helemaal vrolijk van. Ik heb van alles zitten bedenken hier zo, alles is al verteld. Ik hoor Nienke zeggen, we moeten met ervaringskundigen werken. Hoe Tineke, hoe jij met mensen omgaat, denk ik van ja, dat weten we al. Hoe de wetenschap en mijn ervaring samenkomen, oh, fantastisch. Dus eigenlijk had ik een heel pleidooi willen houden waarom we ervaringskundigen moeten gaan inzetten. Maar ik wil je even wijzen erop dat we niet alle ervaringskundigen zomaar kunnen inzetten. Laatst hoorde ik iemand zeggen, en dit doen ze niet goed, en dat doen ze niet goed, en we gaan er ook wat tegenaan schoppen. Maar we hebben wel wat aan ervaringskundigen die ook meehelpt aan het oplossen. Ik zeg altijd maar, vroeger was ik onderdeel van het probleem, nu ben ik onderdeel van de oplossing. Omdat ik ook, zoals Michael zegt, de armoede ook uit mijn hoofd heb gehaald. Mooi. Dus ik hoop dat wij uit Sterkend Armoede hier in Friesland ook mensen mogen opleiden die straks waarschijnlijk, hopelijk, jullie collega wordt. Dankjewel. Dankjewel. Super. Het woord is aan Bart. Ja, daar kom ik al bijna niet meer overheen natuurlijk. Ik heb gehoord dat u niet mee mag zingen. Dat is iets met regels of zo. Het liedje heet Al wat je wil. Al wat je wil is geen armoede meer. Even rustig ademhalen, in de tijd mogen verdwalen. Weer een stapje dichterbij, in anderhalve meter maatschappij. Al wat je wil is armoedevrij. Ergens leest een koning over corona, economie. De wereld is veranderd, ja echt.
gezellig is het niet. U kijkt op anderhalve meter naar schrijnende realiteit. Lege spaarpot, zalfje, ketel, pook, al maar durende strijd. Geluk in krop sla, het is recht niet arm te zijn. Welkom bij de Publieksacademie. U krijgt de rode lijn van Marijke en u mag vragen via slido.com. Of steek ouderwets uw hand op, zwaai, roep. Oh nee, roepen mag niet. Nee, dat is stom. Prins Laurentien vraagt wat vandaag te doen voor over 10 jaar. Laura van den Heuvel spreekt de kinderen, maakt ze zichtbaar. Corona gaf sommigen ook rust, maar trok ze ook uit camouflage. Ze werden ineens van verborgen naar de bagage. Maar hoe zorg je voor minder stress bij de ouders? Nou, vraag het de kinderen zelf, hoor ze en leg dat recht niet op de waag. Kersversen, wethouder Kuiken, zonder gitaar maar met verhaal. Over niet al te beste cijfers in Leeuwarden, heldere taal. Urgentie, sportonderwijs, talentontwikkeling, communicatie. Gemeente Leeuwarden, leuker kunnen we het niet maken. Maar hey, wie vroeg signaleert, taboes doorbreekt, aan de voorkant helpt. Lijkt toch die 17% niet de baas te worden, bloeden niet stelt. Michael Kapitein, best geklede man met bloemetjes en baard. Ervaringsdeskundig, in relatieve onschuld opgegroeid en de aard. Ongewijzigd, 30 keer verhuisd, onder de radar en de tijd. Herhaalde zich door dranklopende kredieten onwetendheid. Op school in Heemstede, feestje Tjalling, ontmoet de rijke kant. Uit huis hetzelfde pad als ouders, Alfa Romeo, loonbeslag, gek. Want de werkgever zou een rijkende hand kunnen bieden, toch? En het kind begint bij de ouders en die hand alsnog. Een slecht gebit kan het signaal zijn, de stress in het hoofd. De groei komt pas na financiële rust, onrust gedoofd. De cirkel is te doorbreken, Michael is het bewijs. We hebben een lange weg te gaan, hey, maar we gaan toch op reis. Want al wat je wil, is geen armoede meer. Even rustig ademhalen, in de tijd mogen verdwalen. Het reiken van een hand, en het scheppen van een band. In een armoede vrij Nederland. En Michel van Vliet met genderneutrale veters, heel inclusief. Waar staat je wieg? Welke hersenen heb jij? En instinctief. Amygdala toren, hypothalamus kip, hippocampus kikker. En die tegelijk aanstaan, dat werkt niet. Vechtvlucht, vries stikker. Hoge stresshormonen, hersenontwikkeling, die wordt afgerend. 13 IQ-punten minder, nog bij kinderen meer en het beklemt. Degene die je overdraagt, de prijs van armoede, onbetaalbaar. Dus help nu en help daarmee de komende generaties met elkaar. Een appel aan iedereen, maak bespreekbaar. En stel dezelfde vragen, vooral samen met elkaar. Ja, waarom niet samen eigenlijk? Dat is eigenlijk toch raar. Gaat het om tijd, om geld, om de rol? Ja maar. In het oerwoud van hulpverleners, daar loert het gevaar. We zijn overgeprofessionaliseerd met elkaar. En we missen aanjagers, politiek kaders, overheid en regie. Omhoog dat bestaansminimum, is dat liberaal of juist niet? We mogen bijna weer stemmen en kinderarmoede, dat hoeft niet. Nou, dan wordt het toch ineens een beetje misschien te links, mijn lied. En nou ja, haal wat je wil. Is geen armoede meer, even rustig ademhalen. In de tijd mogen verdwalen, weer een stapje dichterbij. Uit die professionele klei, gewoon samen naar armoede vrij. En het panel Tineke, taalambassadeur uit Schippers familie. Die kan de wereld niet wonen aan de single en de vader die 3 maanden weg moest voor de winterjas. Maar Jelmer bracht het licht. En de school, en ze kwam ineens Buten, nu op een ander gericht. Ga naar Buten, mensen, net als Tineke, vind ze en praat. En neem sigaretten mee, opdat dat gesprek beter gaat. Nienke ziet al veranderingen, maar de ongeziene 70% vinden we lastig. We hebben geen contact en tja, je bent druk, maar samen met Michael en wijkteam getraind.
Want geloof in die stap vooruit, als je samen vooruit beet. Janneke vindt dat rolmodellen doorbreken, maar luisteren wel goed. Omstandigheden, programma's samen, plannen maken, dat moet. Dus niet even snel een plan van aanpak. Nee, rust, maar tijd is geld. Misschien dat de wethouder daar nog eens een keer rustig over vertelt. Michael vat vrouwelijk samen maatwerk met menselijke maat. Contact gelijkwaardig, eerlijk, open, onbevooroordeeld gaat. Het openbreken gewoon samen, investeren op lange termijn. Al wat we willen is gewoon gelukkig zijn. En ervaringsdeskundigen betalen als waren zij het stamhoofd. Want zij zijn pas de mensen die worden geloofd. Gulle gieren, armoede, ambassadeurs. We hebben ideeën zat, dus aan de slag mensen. Er zit genoeg in het vat. Want al wat je wil, is geen armoede meer. Even rustig ademhalen en in de tijd verdwalen. Weer een stapje dichterbij, want samen willen wij. Een sigaret, een hand, zie elkaar aan. Armoede vrij. Bart Kiers, dankjewel. En jullie dank, want zoals gezegd, en er zijn al wat namen genoemd, en ik zie inderdaad Paula zitten en nog wat bekende gezichten. Wij willen jullie namens de organisatie ontzettend danken voor jullie dagelijks harde werken. En wat voor functietitel daarbij past, of dat ervaringsdeskundige is of een andere titel, ieder hier in deze zaal is zeer betrokken, anders zou je hier niet zitten. Dus ik zou jullie willen vragen om met een goed gemoed en met veel goede bagage met elkaar weer aan de slag te gaan. En dus hele dikke complimenten vanuit de organisatie ook aan jullie toewijding. Rest mij, want het is bijzonder. We staan in het theater, er staan mensen met mondkapjes, met handschoentjes. De heren techniek die rennen op en af om alles dan weer te poetsen. Ook voor die mensen die vandaag en in de weken hiervoor heel hard hebben gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Een groot applaus. Ontzettend.